Middernacht, het begin van maandag 31 december. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In het noordoosten van Nigeria zijn 15 christenen vermoord, vermoedelijk door moslim-extremisten. De aanslag was vrijdag in de plaats Musari, maar is nu pas bekend geworden. Bij een aantal mensen is de keel doorgesneden. De christenen werden overvallen in hun slaap. Musari is een bolwerk van Boko Haram. De radicale islamitische beweging wil dat de islamitische wetgeving sharia in Nigeria wordt ingevoerd. Nigeria heeft een islamitisch en christelijk deel. Sinds 2009 zijn zo'n 3000 Nigerianen door rebellen van Boko Haram vermoord. Ruim 20.000 huurhuizen worden de komende jaren minder grondig onderhouden, terwijl driekwart van de huurders wel meer huur moet betalen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Corporaties trekken minder geld uit voor onderhoud en woningverbetering, omdat ze van het Rijk fors moeten bezuinigen. Verder gaat het mes in de bouw van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, verzorgingshuizen en buurthuizen. De komende 5 jaar wordt bijna 200 miljoen bespaard door af te zien van de bouw van 190 nieuwe projecten. De politie Utrecht heeft nog geen spoor van de man die de afgelopen middag een overval pleegde op een kinderboerderij. De man van ongeveer 30 jaar bedreigde tegen sluitingstijd 2 medewerkers en ging er met wat geld vandoor. Er waren toen geen kinderen meer aanwezig. Er werd een helikopter ingezet om de overvaller van de kinderboerderij in de wijk Lunette op te sporen, maar zonder resultaat. De lezers van het tijdschrift Onze Taal hebben als woord van het jaar plofkip gekozen. Het woord kreeg 44% van de stemmen van de taalliefhebbers. Tweede werd appen, een verkorting voor whatsappen. En derde pandapunt, een soort spaarpunt dat je krijgt voor een maand zonder seks. Vorig jaar werd weigerambtenaar het Onze Taalwoord van het jaar. Het woordenboek Vandalen koos eerder Project X-Face tot woord van dit jaar. Dan nog het weer. Morgen grijs en plaatselijk een beetje motregen. Het wordt 's middags 10 graden. Oudejaarsavond vanuit het westen meer regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Jan in de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en we doen op deze laatste van het jaar eens echt onze best, Jan. Ja, zo is het. Mijn naam is Jan Heemskerk en ik ga mijn beste beentje voorzetten. Oh, wat fijn. Beeld bij het geluid heb je op echtejan.nl en de hashtag op Twitter is Echte Jan. En ja. Je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jan een radiospel. Het ja. Gratis telefoonnummers 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: blijf met je rotpoten van ons rotvuurwerk af. Genuanceerd als altijd, Jan. En echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus was je vroeger ontzettend grappig, maar ben je nu een soort van enge predikant die vertelt wat goed en slecht is. Zoals cabaretier Theo Maassen, dan ben je dus een ontzettende Johan. Dat dacht ik wel, Jan. Ja. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Precies. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan, ja, ja. Of Johan. Nou, we beginnen gelijk met een collega van onze hoofdgast van vanavond. We kunnen al vertellen wie het is. Want meneer Plasterk, minister Plasterk, of ook wel bekend als Omeroon, is vanavond onze gast. Maar daar gaat het nu even niet over. Het gaat over zijn vriend, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval collega Jeroen Dijsselbloem. Dus er zullen gewoon verschuivingen moeten plaatsvinden, ja. Want er is geen extra geld. Ja, de collega van Omeroon, dat is me er toch eentje. Meneertje is een paar weken minister van Financiën. Als hij alweer een topfunctie in Europa krijgt. En natuurlijk niet om zijn kwaliteiten, maar om onze mond te sturen, zo wordt gezegd. En kijk eens naar het resultaat. Dijsselbloem die durft nu al niet meer iets te doen. Wat Europa niet leuk vindt, de versoepeling van de hervorming van de hypotheekrenteaftrek, durft hij niet voor te leggen aan begrotingscommissaris van de EU, Olli Rehn. Dijsselbloem werkt dus niet meer voor ons. Dat u het even weet. Dijsselbloem, Johan. Jezus, wat een ingewikkeld verhaal, Jan. Oh, vind je het ingewikkeld? Ja, nee, maar... Zal ik het je uitleggen dan? Je zal het wel gelijk hebben. Nee. Kijk, de Eerste Kamer heeft gevraagd om een versoepeling van de ideeën om die betekenis aan te doen. Dat weet ik. Dijsselbloem, onze minister van Financiën, ja, hallo, maar dat durf ik niet voor te leggen aan Europa. Oh nee. Dus, met andere woorden, het gaat niet meer om ons belang, maar het Europese belang. En dat is niet zo gek, want hij heeft daar een baan. Snap je? Ja. Ah, mooi. Schitterend complot. Mark Rutte. Nu staan de feestdagen voor de deur, zoals u bekend. Tijd om samen te zijn met familie, met vrienden. Tijd ook voor reflectie. Nou! Ja, nou ja, er is dus eigenlijk deze week niets opmerkelijks over Mark Rutte te melden. En dat is nou juist het probleem. En dat is het probleem. Want
Mark, die zie je en hoor je helemaal nergens meer. Die zal wel met zijn vriendje Jort Kelder van Oostenrijkse Berg zitten. Terwijl hier het tweede kabinet, Rutte, wat tenslotte naar hem vernoemd is, en zijn gehele reputatie totaal op instorten staat. Instorten? Nee, ja. 2013 zal zeker zijn jaar niet worden. En voor de VVD ook niet, Jan. En daarom is Mark een gigantische Johan van het jaar. De Johan van het jaar. Jaar. Overigens over de echte Jan gesproken. Jan de Boevie. Nee, maar ik ben geen loser. Maar soms moet je oppassen dat je geen loser wordt. Nou, we kunnen in ieder geval één ding zeggen. Jan de Kopie is geen loser. Want hallo, daar zijn we weer. En dit keer hebben we het over de snikkel van Jan. Want in de Volkskrant vertelde de interieurpoot dat hij honderden vrouwen heeft gewipt. Honderden vrouwen, Jan. Nou, ik niet. Nee, dat weet ik, maar hij wel. Niet slecht voor een lelijke kabouter. Meneertje liet even vallen dat hij de Kennedy-telgen heeft hij dus op de spits De Kennedy-telgen. Ja. Oh, en hij kwam er later achter dat hij Brigitte Bordeaux een veegje had gegeven. Wist niet, hij had haar niet herkend. Ik weet niet helemaal zeker of dat in het interview stond, hoor, Jan. Nou, wel, dat stond er wel in. Nee, stond in iets andere termen. Ik meen dat hij met een Kennedy-telg per ongeluk een dansje heeft gewaagd. Nee, het was geen dansje. En ja, dat hij met Brigitte Bardot had gezien, maar die had een spijkerbroek aan. Dat was het geloof ik. Nee. Hij is wel in de hoeren geweest met Gerrit Vagel. Ja, maar Gerrit Vagel is dood. Dat vind ik makkelijk om dat te zeggen. Hij heeft een dansje gemaakt, maar de tango des liefdeslevens. Oh. Met een meisje van Kennedy. Hoe dan ook. En Brigitte Bardot op het toilet. En pas later kwam hij erachter dat zij het was. Ja. In ieder geval, wat een lang verhaal zegt dit. Wij hebben respect voor onaantrekkelijke mannen die veel vrouwen kunnen krijgen. Dus Jan, we salute you. Jij bent de echte Jan van deze week. Zo is het. Ik vind het jaar een beetje overdreven. Ja. We gaan even verder met koningin Beatrix. Laat liefde verbinden. Laat hoop doen leven. En laat geloof kracht geven. Nou, waarom niet? Oh, dat was een mooie. Nou, hartstikke goed natuurlijk, onze koningin. Een prachtige kersttoespraak. Jammer dat hij al uitgelekt was. Maar toch namen bijna 800.000 mensen de moeite nog even naar de koningin te luisteren. En dat is altijd goed nieuws. En we moeten maar zien hoe haar zoon dat er later af gaat brengen. Ik heb daar persoonlijk niet onwaarschijnlijk veel vertrouwen in. En mag van deze plaats ook zeggen dat het ongelooflijk kinderachtig is. Ook al kun je het, om een kersttoespraak te pikken van iemand. Ah, meen je niet? Meen je dit nou echt? Dat vind ik echt. Wat is dat nou? Weet je wat ongelooflijk kinderachtig is? Dat de ICT-beveiliging van deze overheid nog steeds niet in op orde is. Ja. Dat je maar met een cijfer... Vorige keer alle landsplannen waren uitgelekt... omdat je van 2011 2012 kon maken. En hier kon je dus van 3999 maak je 4000... zie je opeens een kersttoespraak. Nee, weet ik wel. Ja, het spijt me zeer. Ik ben van die oude wetsen op school. Ja, dat kan je wel zeggen. Overal staat de achterdeur open. Je hebt met je poot om een fiets te blijven. Nee, prima, hartstikke leuk in een wereld waar iedereen deugd aardig is. Maar als jij de ICT van de overheid doet en dit soort makkelijke fouten maak je... Kom op, zeg, hé. We vragen het zo wel even aan meneer Plastic. Ach, waarom niet? Maar in ieder geval, mocht u luisteren... Ja, u bent de koningin van het jaar. Zeker. Jan, zeker. En blijft u vooral zitten. Ja, blijf zo lang mogelijk zitten. Wij zijn gek op u. In godsnaam. En hartstikke leuk. Ja. Enorme Jan en mooi. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Hallo, daar zijn we weer. Nou. Na een periode als minister van Onderwijs en Wetenschappen zat hij een paar jaartjes in de Tweede Kamer. Nou, een beetje rustig te houden. Maar nu is de PvdA-corrivé terug als bewindspersoon en wel op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een kolfje naar de hand van ome Roon Plasterk, onze hoofdgast van vanavond. En met veel eer en trots presenteren we hem. Nou, dat past erg. Dat mag je wel zeggen. Welkom. Goedenavond. Wat leuk dat u hier bent, nou, zeg. Echt. Leuk om hier te zijn. We zijn niet weinig vereerd en onder de indruk. Nou, nee, zeker. Moet u niet op vakantie? Ben net geweest. Waarheen? We zijn een week gaan skiën met onze zonen. En dat is altijd zo'n week dat we even in Frankrijk en heerlijk in de sneeuw. En was het wat? Ja, er lag veel sneeuw en het was mooi en altijd weer gezellig. Ja, als ik op wintersport ga, ligt er nooit echt veel sneeuw. Nou, hangt vanaf hoe hoog je gaat. Ja, dat is wel natuurlijk waar. Ja, nee, precies. Die duinen bij Berg en Zee, daar ligt nooit in spat. Meneer Plasterk, we gaan eerst even de actualiteiten met u doornemen. Dat was een aantal ervan. Een aantal, want we kunnen niet alles doen, want u heeft ook maar beperkt tijd. Hè. En ik heb het niet zo goed bijgehouden deze week, maar oké. Okay. Laten we even met het belangrijkste beginnen. En dat is nou net niet in Nederland, maar dat is de fiscal cliff in Amerika. Ja, ze komen er niet uit, liever gezegd. Dus heeft net een democraat gezegd, we zijn nog nooit zo ver uit elkaar gekomen. Zou je zeggen, lekker belangrijk voor hun. Maar daar krijgen wij misschien ook wel problemen mee. Ja. Denkt u niet? Ja, dat is waar. Want het raakt de economie van Amerika, raakt de wereldeconomie. En dus het is te hopen dat ze eruit komen. Het is ingewikkeld omdat daar, enigszins vergelijkbaar met nu in Nederland, dat de Eerste en de Tweede Kamer, daar de Senaat en het Congres niet op één lijn zitten. Nog los van het feit dat Republikeinen en Democraten ook niet op één lijn zitten.
Nee, sowieso. Dus die zitten niet op één lijn. En de ene heeft de meerderheid hier en de ander daar. Heeft u enige, want het is mij duizend, maar het enige wat ik ervan begrijp is dat als ze er niet uitkomen, dan komt er een pakket maatregelen dat automatisch van kracht wordt. En dat schijnt desastreus te zijn. Ja, dan gaan ze geloof ik met de oude begroting door en dan valt er gigantisch gat en dan gaat het niet goed. Of zegt u van nou, financiën, daar deed ik woordvoerderschap vorige keer over, daar hou ik me nou niet meer zo mee bezig. Nou, het blijft me wel interesseren. Ja, ik heb het afgelopen, 2,5 jaar? Ben ik woordvoerder geweest op dat terrein. Dus het Financieel Dagblad blijf ik wel elke dag lezen. Ja. Maar het is wel dat u zegt van nou, en nu even niet al dat terug. Ik zou het. Nou, goed, ik ben er niet. Ik ben natuurlijk niet u. Maar ik zou wel blij zijn als ik daar op een gegeven moment af was van dat gesteut over die financiën. Nee, want het raakt toch de kern van de economie en hoe het in de wereld gaat. En zo'n eurocrisis ook. Ik vind dat grote en hele belangrijke probleem. Dus ik blijf dat wel met veel interesse volgen. Nee, zo, maar u bent natuurlijk niet opgeleid tot iemand die zwaar in de financiën en de economie heeft gezeten. Heeft u zelf moeten aanleren eigenlijk? Ja. Als je moleculaire anatomie snapt, dan snap je het ook wel. Dus. Nee, maar Angela Merkel is geloof ik, wat is ook chemicus of zo. Dus, ja. Oh, moet kunnen. Nou, maar goed voorbeeld. Het zijn de beste opleidingen voor dit soort dingen. U heeft natuurlijk, u krijgt ook wel wat kamervragen. U heeft naar aanleiding van die schietende mannen die in moskee zijn ingevlucht, vragen gekregen van ome Geert Wilders. Wat waren de vragen eigenlijk? Nou ja, of ik het artikel had gelezen, het antwoord daarop was wel ja. En of ik die moskee ging sluiten. En het antwoord? Nou, daar moet ik een antwoord op geven. Maar ik geloof niet dat. Kijk, als ze de supermarkt in waren gerend, hadden we ook de supermarkt niet gesloten. Dus. Zover bekend hadden die mensen verder niks te zoeken in die moskee, toch? Nee, maar ik denk dat die moskee niet blij was dat ze belegerd werden door de politie. Nee, dus dat. Maar het is dus zo dat als je ergens invlucht, dan wilt Geert dat sluiten of heeft dat meer dan met die moskee dan te maken? Nou ja, dat was wel de implicatie van die vraag, ja. Maar goed, het is een schriftelijke vraag, dus gaan we schriftelijk beantwoorden. Zeg, maar vindt u het nou niet een beetje dol trouwens dat er überhaupt mannen met machinegeweren door de straten lopen? Het schijnt me nogal een toestand te zijn geweest. Ja, dat is een beetje dol. Dit was een rotje knoor, maar in Amsterdam gisteren, ja, was het Wild Wild West. Maar Jan vraagt zich af of u dat niet een beetje gek vindt, dat mannen schieten met mitrailleurs. Ja, dat is een open vraag. Hè? Nee, dat was. Ik vond hem redelijk gesloten. Ja. Ik wil het wel toelichten hoor. Oh. Jan en ik hadden net een klein gesprek. Jan zei: joh, dat wel op bieden. Toch al jarenlang lopen we hier overal op straat met machinegeweren. De normaalste zaak van de wereld. Ik leefde nog in de veronderstelling dat het best bijzonder was. Dat ik bedoel, een beetje pistolen en mensen trekkerijen, vechtpartijen. Maar echt met machinegeweren door de straat heen rennen. Ik vind het nogal wat. Ja, is afschuwelijk. Ja. Ja, Jezus, wat moeten we er anders over zeggen? Het zou een beetje gek zijn als de minister van Binnenlandse Zaken zegt, nou, ik vind het eigenlijk best wel geinig dat er wat gebeurt eigenlijk in Amsterdam-West. Nee, maar is het niet sprake van dat het steeds ernstiger wordt? Die indruk heb ik namelijk. Of is dat niet zo? Dat weet ik eerlijk gezegd gewoon niet. Of je de statistiek bijhoudt of dit soort dingen nou, of het aantal moorden toeneemt. Ik had de indruk dat dat niet zo is. Nee, dat hebben we schijnen weer een heel moordvrij jaar gehad te hebben. Ja, dus. Maar ik bedoel, elke is en dit was gisteren of niet, was ja, zaterdag waren ze knallen. Was het natuurlijk afschuwelijk ook in de mate van geweld. Nou, wat afschuwelijk is dat de kogels zeg maar door een woonboot zijn gegaan, maar kinderen lag te slapen. Wat minder afschuwelijk is dat criminelen elkaar neerschieten. Zo kijk ik ernaar hoor. Nou, maar ik ook niet. Want je kunt in een rechtsstaat ook niet hebben dat je denkt, zolang ze op elkaar schieten, vinden we, kijken we dan. Nee, dat begrijp ik ook wel hoor. Maar als je dan toch iemand moet neerschieten, heb ik toch liever een hele nare drugsdealer dan zeg maar een kindermeisje. Ja, maar het leidt er altijd toe dat er een spin-off is naar de rest van de samenleving. Dus je kunt niet zeggen, zolang het binnen het criminele milieu blijft. Nee, is ook zo. En godzijdank hebben die kogels niks geraakt hoor. Maar er was echt een woonboot. Er was een kogel, het was door een kinderkamer gegaan. Nou, ik zag op het journaal vanavond, ja. Ja, dat is ook een beetje vreemd. Hé, laten we eens eventjes over wat mooiers hebben. U wil 70 miljoen bezuinigen op de AIVD. En de vraag is dan eigenlijk, moeten we dat wel willen met z'n allen? Want zij maken ons land toch veilig? Ja, dat doen ze ook. Ze doen heel belangrijk werk. En die bezuiniging is eerlijk gezegd, vind ik, het is een pijnlijke, het is een hele forse. Maar goed, ik ben niet de enige minister die vindt dat er op zijn of haar portefeuille fors wordt bezuinigd. Dat is maar, ook zo. Ze doen, en ik mag er dus niet veel over vertellen, maar daar moeten we dan maar van me geloven. Echt werk dat voor de veiligheid van Nederland cruciaal is. Ja, daar gaan we nou juist vanuit. En nu haalt er 70 miljoen weg. Wat ik ook zeg, dat vind ik ook fors. Het is maar ik begrijp wel dat je soms op dingetjes moet bezuinigen. Dat moet ook wel eens. Het is niet, maar daar wil ik wel even bij zeggen. Het is niet zo dat het volgend jaar ingaat. Dus dat bouwt zich op. En ik geloof pas in 2008 is dus
2010. Deze kabinetsperiode pas zelfs. Gaat het volledige bedrag. Nee, maar... volgend jaar is het nog nul. Dus... En klopt het dat het vooral om inzet in het buitenland gaat? Dat heb ik nou goed begrepen? Nee, aanvankelijk was er een toelichting van... nou, misschien kan er dan niet meer intelligentiewerk... op het gebied van het buitenland gebeuren. Dat hebben we teruggedraaid. Want het is, je moet echt als inlichtingendienst... het is ook volledig verknoopt met elkaar. Juist omdat je kijkt naar terroristische bewegingen en anderen. En dan kun je wat er in Nederland gebeurt niet scheiden... van wat er in het buitenland gebeurt. Dus die toelichting die is eraf gehaald. Maar die taakstelling, die bezuiniging... die is fors en die blijft staan. Maar wat ik niet begrijp... in bezuinigingsverhalen is 70 miljoen natuurlijk peanuts. We gaan maar bezuinigen met z'n allen 46 miljard, geloof ik. Ja. Dan is 70 miljoen is er gewoon eigenlijk de fooi aan de barman. En dan denk ik, als zo'n belangrijk onderwerp, zeg maar, mannen en vrouwen die voorkomen dat hier aanslagen wordt gepleegd. Ga je toch niet kaas schaven? Maar zelfs ook in die veiligheidshoek, er wordt op het leger natuurlijk ook fors bezuinigd. Ja, en er wordt daarnaast op de zorg bezuinigd en er wordt op allerlei dingen zwaar bezuinigd. Dus we hebben vandaag zijn we de woningbouwverenigingen die klaagden dat ze het onderhoud niet meer kunnen plegen. Dus dit soort bedragen kun je niet bezuinigen, hè, 46 miljard, zonder dat er in al die terreinen forse ingrepen worden gedaan, die soms pijnlijk zijn. En nou ja, dit voorjaar heb ik ook de Tweede Kamer gezegd, met een invulling komen van hoe we dat gaan opvangen bij de AIVD. En dat kan voor een deeltje overigens wel door bijvoorbeeld rekeningen te gaan sturen voor het veiligheidsonderzoek wat er gebeurt. He, dus als iemand voor de AIVD getoetst moet worden. Bij een haven of zo. Of wat dan ook. Precies. Dan in het verleden gebeurde dat gewoon. En er worden nu rekeningen gestuurd. En dat gaan we ook meer doen. Maar daarmee kun je niet de volledige bezuiniging opvangen. Dus daar zal ook minder moeten gebeuren. Diezelfde AIVD is nu, er is iets onder de rechter wat betreft. De AIVD is gauw zoeken naar bronnen van journalisten. En dat was zoals gaande van de week. En dat is nu naar de rechter gestuurd. Vindt u daar nou van? Is dat zo zou zijn? Ik denk dat u verwijzen naar die zaak die bij het Europese Hof is beland. Waar dus journalisten van de Telegraaf zijn onderzocht. Om de bron te achterhalen. Precies, ja. van informatie die wel staatsgevoelig was, zeg maar. En het Hof in Europa heeft gezegd dat voortaan niet meer mag zonder dat een onafhankelijke instantie, behalve mijn verre voorganger, 10 jaar geleden minister van Binnenlandse Zaken, heeft er toestemming voor gegeven. Maar dat er nog een tweede instantie toestemming moet geven voortaan. En we gaan om die reden nu dus de wet veranderen. Zodat voortaan het gerechtshof onafhankelijk van mij of van ooit een opvolger dat toetst of dat goed is. Maar zegt u dat je inderdaad een veiligheidsdienst op een journalist mag zetten om te kijken hoe die aan die informatie komt? Nou, het luistert heel nauw. Maar dan wordt het een beetje de vrijheid van pers een beetje. Nee. Komt een beetje in het geding. Er is een afweging natuurlijk. Als het gaat om het achterhalen van een bron die echt belangrijk is voor de staatsveiligheid, dan moet je dat afwegen tegen de vrijheid van een journalist om zijn bron nou juist niet prijs te geven. Het Europese Hof heeft ook niet gezegd dat die afweging destijds verkeerd is gemaakt. Alleen maar dat het niet is toegestaan dat die alleen maar door de minister wordt gemaakt. Die moet dan door een onafhankelijk gerechtshof ook nog worden gemaakt vooraf. En dat gaan we dus regelen. Maar is het niet zo dat... Maar het is dus denkbaar. Het is denkbaar dat die afweging inderdaad dan ook, stel dat een onafhankelijk rechter hem 10 jaar geleden mee had gemaakt, dat hij toen had gezegd tegen Johan Remkes, die toen minister was. Nee, doen we niet. Nee, ja, maar hij had dus ook kunnen zeggen, toen, u heeft gelijk, in dit geval is het belang om die bron te achterhalen voor de staatsveiligheid zo groot dat het mag. Dat had gekund. Nou ja, misschien is dat dan toch wel beter dan hoe het was. Maar bent u toch niet bang dat er een beknotting komt? Kijk, we hebben natuurlijk de trias politica. Maar nou ja, het vierde onderdeel moet eigenlijk zijn de journalistiek. Die een wakend oog heeft over de bestuurders van dit land. Ja, maar daarom en soms moet je wel staatsbelangrijke zaken weten. Om te zeggen dat iemand, ik noem iets doms, dat er gezegd wordt, nee, we hebben geen kernwapens. En dat je dan hoort dat ze er wel zijn. Vind ik als inwoner van dit land wel interessant. Nee, maar dat is ook heel erg belangrijk. Maar daarom is dus ook wat ik zojuist heb gezegd, dat er een onafhankelijke toets komt. Dat gaat dus alleen maar gelden in het geval van bronbescherming of bron achterhalen bij journalisten. Dus speciaal daarvoor is die extra veiligheidsklep ingebouwd. Precies om die reden. Want ik ben het helemaal met u eens dat de persvrijheid is echt... Ja, fundamenteel. Nee, zeker, maar af en toe komt er zeg maar staatsgevaarlijke dingen of staatsgeheime dingen is ook in het belang van die bevolking. En dan zegt de overheid, en misschien ook wel die van bang, je bent bang dat die rechters automatisch de kant van de politiek zullen kiezen. Nou ja, het is ook niet erg handig om te weten dat de kernwapens hier bij Soesterberg liggen. Alleen, de bevolking vindt het misschien wel aardig dat ze weten dat ze erop zitten. Snap u? Maar u bent misschien ook wel met mij eens dat er soms ook een reden kan zijn dat je kan zeggen, ja, maar is dit hier ergens iets waarvan de staatsveiligheid in gevaar komt als dit nu naar buiten komt? En dan willen we toch minimaal weten. Bijvoorbeeld, er was geloof ik destijds sprake van iemand die bij de AIVD vandaan was gekomen en die informatie had gelekt. En dan moet je wel weten, zit hij er nog?
Ja. Want anders dan gaat het heb je een mol. Ja, heb je een mol. En die mol moet eruit. Daar ben ik helemaal mee eens, hoor. Nog even een hele snelle voordat we verder gaan. Ja. Dat gezeur over de vuurwerk verbieden, wat vindt u er nou van? Ik ben niet voor verbieden. Ik zag vanavond op het journaal wel afschuwelijke beelden over wat er gebeurt met onveilig vuurwerk. Vreselijk. En zo'n jongen met zijn hand grotendeels eraf. Dus waarschuwen dat mensen daar ontzettend mee moeten oppassen, dat ben ik helemaal voor. Maar om nou rotjes te gaan verbieden, dat vind ik, ben ik niet voor. En de meeste handen gaan er toch af door zelfgemaakte bommen. Nou ja, dat zeg ik. Dus waarschuwen tegen allemaal dit soort ongeinen van die buspotten, van die melkbussen. Buspotten? Wat bedoelt u nu? Bedoelt u de chauffeurs? De karbietbussen. Ja. De karbietbussen. Ik denk de buspotten. Ik denk, bedoelt u? Nou ja, ik ben blij dat u dat zegt. Dat stoort mij namelijk nogal. Die neiging om alles te verbieden wat ook maar enigszins gevaarlijk is voor ook maar één Nederlander. Ja, maar dat vind ik ook wel fijn, hoor, dat u daar ook zo over denkt. Ja. Dat is toch prettig om te horen. Nou, meneer Plasterk, we komen straks met u bij u terug. Ja, we konden het namelijk al. Als u blijft zitten. Er zijn wat onderbrekingen van dit geweldige interview. En een daarvan is mijn vriend hiernaast. Dit is de laatste column van het jaar. Maar we vragen hem gewoon volgend jaar weer terug. Hier is La Vie, Jan Roos. Ik kwam er deze week achter dat GroenLinks nog bestaat. En dat ging natuurlijk weer op de ouderwetse manier. Eentje vol ergernis. De zeewierkoekjes etende groene theedrinkers blijven ideeën het land inpompen om ons duidelijk te maken dat we niet deugen. Het zijn de nieuwe gereformeerden. Maar dan van het niveau verbeter de wereld, begin vooral niet bij jezelf. Het is bijna oud en nieuw en dus kan je wel raden waar ze weer eens mee zijn gekomen. Een vuurwerkverbod. Want vuurwerk is slecht voor het milieu, het stinkt en het maakt te veel geluid. Zeg maar net als de oldtimer Mercedes, waar voormalig aanvoerder van de club Femke Halsema in reed. Arno Bonte, baas van de Rotterdamse tak van de Lieve Meisjespartij en initiatiefnemer van het verbod, heeft een ware website geopend voor vuurwerkklachten. Reeds een kleine 60.000 mensen hebben geklaagd op deze meld.vuurwerkklachten.nl. En hier ziet Bonte dan weer de bevestiging van het probleem en dus de noodzaak voor een verbod. Mijn buurjongens steken ook al bommen af. En dan loop ik naar buiten en zeg dat ze moeten oprotten of dat ik ze anders een beuk voor hun harses geef. Daar heb ik niet een anoniem veilig meldpuntje voor nodig. Een andere reden waarom Bonte een streep wil zetten door het consumentenvuurwerk is omdat het miljoenen euro's aan maatschappelijke schade veroorzaakt. Zou meneer dan ook voorstander zijn van een meldpunt Marokkanenklachten? Ben bang van niet. Maar laten we het een keer niet over Marokkanen hebben. Mijn hemel. GroenLinks wil dat we geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw, want slecht. Zwarte Piet moet verdwijnen, want racisme. Tweede kerstdag moet geschrapt, want onzin. De gulden was niet goed meer. Ons beleid mocht niet meer ons beleid zijn. En het zal niet lang meer duren voordat het rood-wit-blauw gestreken wordt. Alles wat ons bindt, moet van een elitaire toplaag worden afgeschaft. En ondanks dat ik helemaal geen vuurwerkliefhebber ben, wil ik het niet inleveren. Want blijf met je rotpoten van onze rottradities af. Jan, wat ga je er met een knal uit weer? Dat dacht ik wel, maar geen enkel probleem, vriend, graag gedaan. Ik ben heel blij met je. Als het dan dit kabinet ligt, Jan, bestaat ons Nederland straks uit 5 landsdelen en enkel gemeentes die meer dan 100.000 inwoners tellen, was getekend Ronald Plasterk, onze hoofdgast en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met veel S'en. Volgens mij één te veel zelfs. Meneer Plasterk. Ik begrijp wel, hè, in tijden van bezuinigingen dat je dan ook met lekkere wilde ideeën moet komen. Om te zeggen van, nou, we gaan eens een keer even dit doen en gaan we even dat doen. Maar die superprovincie, dat is een grapje, toch? Nee hoor, dat is serieus. Het is, echt? Er is door een eerder kabinet geprobeerd de Randstad tot één provincie te maken. Dat was denk ik ook terugkijken niet zo'n goed idee. Omdat je dan half Nederland woont dan in de ene provincie en de andere helft in hoeveel hou je nog over 8 andere provincies. Nou, je hebt dus zeg maar de waar het geld verdiend wordt en de boeren. Ja, de buitengewesten. Er wordt in andere, bijvoorbeeld in Brabant, zijn ze ook heel goed bezig met het geld verdienen. Maar, met het boerenbedrijf toch? Nee, maar ook met industrie en techniek. Philips, ja. De lampen. Maar dan, zonder dan heel technisch te worden, maar dan wordt dan zo'n hele grote provincie gaat dan bijna op het Rijk lijken. Ja. Dus wat dan heet de bestuurlijke afstand tussen het land en die Randstadprovincie is te groot. Maar op zich, als je dus wat er nu het eerste plan is, om Utrecht, Flevoland en Noord-Holland te fuseren, dan krijg je een provincie van 4,5 miljoen inwoners. Zuid-Holland heeft er ook 3,5 miljoen. Dus dat is niet onevenwichtig. En dan kun je daarnaast nog een aantal andere landsdelen op den duur
Dat neemt ook niet weg wat u net zelf zegt. Want dat was namelijk mij ook opgevallen vanmiddag. En sterker nog, daarom vraag ik het ook. Wordt die superprovincies, worden die niet, gaan die niet op grote delen van beleid concurreren met het Rijk? Of zouden ze dat niet moeten willen? Want als je een land van 4,5 miljoen mensen bijna, hè, die superprovincie, dat is me nog niet een eenheid, zeg. Nou. Dat is toch een derde, een kwart van beetje van wat er hier zit. Nou ja, als je dus 5 landsdelen hebt, dan is het ongeveer 20%. Ja. Maar het omgekeerde is nu het probleem. Je ziet nu in die 3 provincies die ik noemde, dat de afstand tot de gemeente eigenlijk te klein is. Neem een Flevoland, daar heb je maar 6 gemeenten. Ja, er wonen de helft van de burgers wonen in 2 daarvan, in Almere en Lelystad. En boven die 6 gemeenten zit dan alweer een bestuurslaag, zit de provincie. Mm-hmm. In Utrecht heb je 1 hele grote stad, dat is Utrecht. En die provincie eromheen, dat knelt een beetje. He, dat is dus, en in Noord-Holland is het budget van de stad Amsterdam is 10 keer zo groot als dat van heel Noord-Holland. Ja. Dus die provincies die knellen als een te strakke jas rond die gemeente. Toen Thorbecke dit zo heeft ingericht, het huis van Thorbecke. Toen was de gemiddelde grootte van de gemeente was 2000 inwoners. En nu is het 40.000 inwoners. Dus die gemeentes die zijn 20 keer zo groot geworden. En die provincies zitten daar nog steeds zo omheen. En ook vanuit die steden hoor je wel hoor van, ja, zitten hier een beetje toch te dichter op, soms dubbel werk te doen. Ja, dus de overheid moet er dan weer iets. En voor de problemen die de provincie moet oplossen, dus ruimtelijke ordening, vervoer, natuur en milieu, is het veel logischer om wat grotere eenheden te pakken. Ben ik wat chauvinistisch hoor, want ik ben ook geen wereldburger, ik ben namelijk gewoon Nederlander. Ik ben een Noord-Hollander. Ja, maar ik ben ook een Noord-Hollander. Ja, maar ik ben, ik ben ook een Noord-Hollander. Nee, maar ik ben dus geen onderdeel van Flut-Holland, of hoe gaat dat heten? Fun. Nee, maar als ik bij dat godvergeten Flevoland had willen horen, was ik wel in het vreselijk Almere gaan. Ik wil niet, helemaal niets met die provincie te maken hebben. Helemaal, en zo hoor ik erbij. Maar loopt u nou over straat te denken van, goh, wat ben ik een Noord-Hollander? Ja, Jan. Ik zou je vertellen, ik heb een bomberjackie met een Noord-Hollandse vlag erop. En wij hebben dan een soort semi-kaal hoofd. Kom je door de rui dan door andere tondeuzen werken. Maar ik voel me echt een Noord-Hollander. En in Noord-Holland voel ik me West-Fries. En denk, wat moet ik dan met die anderen? Nee, maar precies, mensen voelen zich West-Fries en mensen voelen zich Tukkers en mensen voelen zich Zuid-Limburgers en mensen zijn inwoners van een Gooi of van de Kop van Noord-Holland. Dat kan allemaal, maar en dat is ook heel belangrijk en waardevol. Alleen ik vind dat gevoel voor identiteit, voor de streek waar je woont, hoeft niet per se samen te vallen met dat er dus ook een provinciehuis staat. Nee. Dat er dus ook een bestuurslaag aan gekomen. Oké, doen we dat? Want Haarlem is ons hoofd, dat is toch al bijna geen stad. Dus maar nu heeft Almere gezegd, dan willen wij de baas worden. Dat gaat u niet doen, toch? Nee, maar als de hoofdstad, want dan ga ik naar Groningen. Dat is ook geen moer aan. Maar ik ga niet met de hoofdstad. Groningen, Friesland, Drenthe. Nee, maar de superprovincie en dan als hoofdstad Almere. Dan moet ik daar dan heen. Het wordt wel heel emotioneel. Ik moet naar de muziekwijk, naar de Barry White steeg. Nee. Ik woon dus ook in Noord-Holland en in het Gooi. En ik ben dus nog nooit in het provinciehuis in Haarlem geweest. Dus dat is op zich niet een plek voor waar mensen regelmatig naartoe hoeven. Het gemeentehuis nee, maar je kunt je daar wel, ik begrijp je al wel een heel klein beetje. Je kunt je niet zo met enige trots zeggen dat onze provincie dan toch wel een behoorlijke hoofdstad heeft. Namelijk Haarlem. En Almere, ja, dat zou ik toch ook moeilijk maken. Ja, een discussie zeggen, over wat zeg waar, tegen vrienden niet. Nou, een discussie, maar dat krijgen we wel. U voegt het samen, wat wordt dan de hoofdstad? Wat ziet u daarvan de hoofdstad worden? Ja, maar je kunt zich erover voorstellen, als we nou beginnen met aan het andere eind en zeggen, wat zou nou de hoofdstad worden, dan ontstaat daar over de grootste discussie. En laten we nou eerst hebben over de vraag, hoe kun je nou het beste zorgen dat we het middenbestuur, zoals het dan heet, het provinciebestuur, zo inrichten dat het zijn taken goed kan doen, dat je sterke provincie hebt. Ja, want dat zegt u eigenlijk. Ja, als ik u heel even mag onderbreken, dat doe ik met de reden. Het Rijk gaat, heb ik het gevoel, dan weer wat meer op afstand van die provincie functioneren. Ja. Dat wordt echt een centrale hub. Die provincies, dat worden echt hele krachtige landsdelen. Bijna een soort landen, zoals in Duitsland hebt. Een soort van staten binnen de federale staten. Op een aantal terreinen, niet op alles. Dus die gaan niet het onderwijs of de zorg, maar die gaan wel ruimtelijke ordening en milieubeleid. En ik heb laatst om milieu dat voorbeeldje maar te pakken. Dus inderdaad, als je nou naar het plassengebied kijkt, dus een Vinkeveense plassen en een Loosdrechtse plassen. Ja, weet ik. Dat ligt in 2 verschillende provincies. Ja. Het ligt wel in 1 waterschap, dus voor het waterbeheer hebben ze dat keurig bij elkaar. En dat moet dan allemaal weer door verschillende provinciebesturen. Net zoals Almere en Amsterdam, dat is gewoon 1 verstedelijk gebied waar mensen wonen op de ene plek, werken vaak op de andere plek. Ja, maar plek. Dat heb je altijd. Boe. Ja, maar het is toch verstandig als dan het middenbestuur daarmee ook enigszins samenvat. Als we nou eens gewoon eens hebben over die overheid die eruit moet. Er moet gewoon minder geld gestort worden. Dat niet gewoon, ben ik eens. Schrap de provincies. Net als bij de politie. Nou, maar nu
zegt u eigenlijk het omgekeerde wat u net zei. Want dus ik... Nee, maar dan horen we gewoon bij Nederland. Nee, maar dat horen we sowieso. U wilt nu dat ik bij Utrecht en Flevoland... Nee, maar begrijpt u, is dat niet wat? Als u zegt... Eigenlijk, als we die hele bestuurslaag er nou eens uittrekken... met de waterschappen en nou, al laten het we, laten we de vraag stellen. Wat is het voordeel van die tussenlaag zoals u hem nu heeft ontworpen? Omdat je dan voor die taken... Die... Als verhouding tussen de gemeentes, daar we het zo over gaan hebben... en het Rijk daarboven, daar ergens zit die laag. En waarom is die er zo ingezet? Van die afgezien van het feit dat de provincies ook taken hebben... bij toezicht op gemeentes, en dat is ook een waardevolle taak... Denk ik dat dus dat regionale beleid, dus ruimtelijke ordening... inrichten van een verstedelijkt gebied, regionaal economisch beleid. Ik noem net Brabant al even, waar ze dus daar Nijmegen, Eindhoven samen in zo'n regio proberen werkgelegenheid aan te trekken. Die gaan dan ook op dienstreis naar China om daar bedrijven aan te trekken. Ik zeg ervan, nou, ik vind niet nodig dat 12 provincies allemaal op dienstreis gaan naar China, maar dat 5. 5 vind ik acceptabel. Ja. Nou, het scheelt geld. Het scheelt geld, het scheelt bestuurlijke drukte en gedoe. En ik denk dat mensen hun identiteit moeten blijven ontlenen en kunnen blijven ontlenen. Dat is heel waardevol aan de regio waar ze wonen, aan de gemeente waar ze wonen. Maar dat het niet per se aan die bestuurlijke... Maar heel even over die gemeentes nog, want we moeten dadelijk alweer naar ons malle radiospel. En ik vind het toch heel boeiend. Mm-hmm. Die gemeentes, die worden ook groter. Hè? Dat worden ze overigens vanzelf al anderhalve eeuw. Hè, wat ja, beschreven zijn dat dus. Is waar. Maar ik woon in het rustieke Weidemeren. Zoals u weet valt mijn dorpje daar tegenwoordig onder... Nou, dat gaat dan nog wel. Bent allemaal. U ook niet ongelukkig van geworden? Nou, ook niet per se gelukkiger. Maar dat doet me verder weinig. Maar u bent altijd toch een beetje kampioen geweest... van de afstand tussen de politiek en het bestuur... en de mensen kleiner maken in plaats van groter. Ja. Ik heb me toch niet aan de indruk onttrekken... dat dit een systeem van schaalvergroting is... dat onderaan al begint. Waarvan je zegt, ja, waar ben je als burger? Wat ben je dan ver van alles en iedereen vandaan? Nou ja, ik ben het met u eens dat die burger een veel grotere rol moet spelen. En ik hoop ook de komende jaren weer veel meer te kunnen doen aan wat dan heet burgerparticipatie. Aan mensen die in wijkverenigingen dingen doen. Mensen die initiatieven nemen, die ook verantwoordelijkheden krijgen. Bewoners, ik was 2 weken geleden nog bij een project waar mensen hun eigen buurt hebben aangelegd. Hè, wat dat dan dus dat particulier opdrachtgeverschap heet. Dus ik denk dat we daar veel meer moeten doen. En dat we dat niet allemaal per se met al die bestuurslagen hoeven. Je zegt eigenlijk, we hebben het hier te maken met een terugtrekkende overheid. En eigenlijk zeggen we, de burger kan een heleboel zelf regelen. Precies. En misschien wel beter dan een flutgemeente met een halfvast burgemeester en 3 achtelijke wethouders. En dat zeg ik niet, maar je moet gewoon zeggen, wat zijn nou de taken die die gemeente moet uitoefenen? Die moet je daar goed beleggen. Bij een gemeente waar zowel het bestuur als ook de ambtelijke... groep goed genoeg is om dat ook te kunnen uitvoeren. Dat is ook een professionalisering natuurlijk. Precies, is professionalisering. Ja. En dat biedt dan weer ruimte om te zeggen... en laat dan in hemelsnaam die burger gewoon zelf bepalen... hoe ze het stadspark inrichten... en hoe ze willen dat ermee omgegaan wordt. Ondersteun ze daarbij wel. Ja. Dan gaat het niet allemaal vanuit het stadhuis zitten doen. Nou, burgerparticipatie ben ik mee eens. Ik wil nog even voordat we naar het... niet het dieptepuntje van dit programma gaan. Ja. Als er straks dan weer een supergemeente, een super provincie komt... en er komt dan ook een superprovinciehuis... wilt u alsjeblieft ervoor zorgen dat er niet weer een of andere... megalomaanachtelijk groot gebouw wordt neergezet voor honderden miljoenen... en dat die andere provinciehuizen dan weer van de hand worden gedaan voor 2 euro... want geen hond wil ze hebben... Want dan vervalt het hele verhaal van het moet namelijk goedkoper weer. Snapt u? Wilt u dat meenemen? Ja. Voor me? Oh, dat vind ik vriendelijk. Dat leuk van die man. En ja. ik zeg erbij, ik was vorige week, 2 weken geleden... in Molenwaard, de gemeente, waar ook zo'n fusiegemeente... en waar ze dus besloten hebben helemaal geen gemeentehuis neer te zetten. Ja. En juist over al die kernen... Zaaltjes dingetjes. Ja. Om de week ergens anders vergaderen als gemeenteraad. Dan kom je nog eens ergens. Dat is goedkoop. Een soort Straatsburg Brussel verhaal te maken. Maar dat scheelt wel. Omdat je dus. Ik heb zelf ooit in de gemeenteraad gezeten in Leiden. Een prachtige raadzaal. Maar die staat inderdaad natuurlijk de rest van de week staat die gewoon leeg. Want die is voor de gemeenteraad een. Verhuren voor feesten in partijen. Ja, dat kan je ook weer niet doen. Maar, andersom dus, kan het maar wel, dat ja. Er dus nagedacht wordt over dat je niet per se hoeft te beginnen met een heel groot gebouw. Dat vind ik heel verstandig. Maar heel verstandig om eens een keer na te gaan denken waar de poen heen gaat en of er wel nodig is. Nou, meneer Plasterk, we komen er wel uit vanavond. Merk ik zo. We praten straks namelijk met u verder. Want we gaan nu. Ja, u kunt nu eigenlijk. Het zou fijn zijn als u even uw vingers in uw oren doet. Want het is een stukje. Ja, luisteraarsparticipatie. En, ja, dit is ons soort. U mag even wegdromen. Is onze burgerparticipatie en daar word je niet vrolijk van. Nou, in ieder geval, het gaat iets voor het volgende. Er is een radiospel, daar kun je een prachtig t-shirt mee winnen. Je kunt nu bellen met 0800-1121
als je dat niet hebt gedaan. En dan gaan we naar het Radio. Eén quote. Ja, daar is hij. Drie nieuwsfeiten. Het echte radiospel. Nou, je zou zeggen, leg het nog een keer uit. Dat doe ik dan nog een keer in het citaatje. Er zitten drie nieuwsfeitjes. Ja. Welke drie zijn natuurlijk de vragen? Jan zei het al, bel 0800-121. Als je ze herkent en de winnaar krijgt de enige echte Jan t-shirt. En ik kan vertellen, minister Plasterk, die krijgt er ook één. Dus dan ben je niet de enige die daarin rondloopt. Ja, nee, zo zijn we dan ook alweer bij de echte. Ja, hoor. Laten we het spel even luisteren, want we hebben een excellentie in de zaal. Dus kan het een beetje rap vandaag, dames en heren. Komt u maar. Veel Nederlanders staan de komende dagen achter de frituur. Maar voor president Obama betekent die oud-Hollandse traditie vooral veel overwerk. En hij heeft daardoor een gat in zijn begroting voor 2013. God, wat slecht. Nee, maar dit was echt heel slecht. Maar je hoorde toch helemaal geluidsverschillen, joh. Ja, maar het zijn ook drie fragmenten, Jan. Oh. Het is niet alsof het in het echt ook zo gegaan is. Ah, je hebt gelijk. Drie nieuwsfeiten door elkaar gemengd. En ik weet zeker dat Paul weet welke dat zijn. Ja, Paul heeft Paul. Hey, echte Jan. Hey, Paul. Hey, ja. Hey, echte Ronald. Ja, hi. Goed. Ja, het was een leuke interactie met het volk. Die wilde zijn, hey, echte Ronald. Ja, ik hoor het. No. Oh, nee, hoeft niet te reageren. Nee. Goed, Paul. denk je wel, Paul. Ja. Verdomme nog toe. Ja. Paul, zou je de antwoorden even achter elkaar op kunnen dreunen? Dan sturen we jou je 529ste t-shirt en dan kunnen we weer even verder. Obama, physical cliff. Ja. Juist. Oliebollen, wedstrijd. Nee. Oliebollen. Wat? Nee, oliebollenwedstrijd niet. Nee hoor. Nee? Nee. Meen je dat nou? Nee, ja. Nee, Twente. Nee. Dag, sorry, Paul, dag. Ja, Pieter, leuk. Hi. Onterecht hooghartige Jan Lul dat je bent. Oh, daar hebben we weer. Nou, onterecht. Heb je trouwens nu tegen de minister of tegen ons? Ja, je bent gewoon een waardeloos persoon. En Plasterk is jullie programma niet waard. Oh. Maar ja, dat hij zelfs jullie programma niet waard is. Oh. Nou, ja, heb je nog de drie antwoorden? Want zeg maar, wat een geleuter, dat komt over iets later. Ik ging ergens toe in Bergen, in dat verschrikkelijke dorp waar je woont. Ja. Kom je opzoeken, Pieter? Hé, zou je weten, vriendje? Tot dan weer. Jan. Goed, Françoise, een vrouw, wat kom jij bij me doen? Hé, hey, gasten, nou, ik vind het echt jammer dat er nou weer zo'n mongoloid opbelt om... die je verschrikkelijk hard gewoon op Plasterk uit te schelden. Ik denk, geef gewoon die drie antwoorden, dan ben je gelijk van dat... precies. Doe het ja, fijn. Ja, burgerparticipatie, dus schroeven we even terug als jij de antwoorden weet. Ja, precies. Nee, want weet je wat ik vind? Ik vind gewoon, je moet het positieve benaderen in het leven. En ik vind het zo leuk, hè, gasten. Morgen de grote finale op Radio Veronica, 103.2 FM. We gaan in over... van de top 1000 aller tijden. Dat het zijn 2000, het is top 2000. Nee, niet top 2000. Je ziet wel, de burgerparticipatie, je moet er ook weer niet al te veel vertrouwen aan instellen en al te veel hoop aan hechten. We gaan verder met Erik. Erik, ben je daar? Hey, goedenavond heren. Ja. Dag. Hi. Ronald Plasterk, waar ik ook ben. Ik hoor je stem. Ja. Ik kan je zomaar niet vergeten. Wim. Nee, is maar... Wim die zal wel naast deze jurk zitten, daar hangen we op ook op. Willem? Ja, hallo. Ja. Ga je iemand bedreigen of ga je meedoen met het spel of ga je een liedje zingen voor de minister? Nou, ik ga proberen de antwoorden. Nou, kom maar door dan, hè. Wim, nou, bij deze heb je hem al binnen, geloof ik, hoor. Ja. Oké, de Fiscal Cliff. Ja, schitterend. Fiscal Cliff. Ja, goed. Ja, hoor. Frituurvet wat... Juist, dus heel knap. Wimmers, je gaat. En die andere heb je ook gelijk in. Wim, t-shirt is voor jou, bedankt in de groetjes. Fantastisch stap geraad. Ik had bijvoorbeeld die 75% in Frankrijk niet uitgehaald. Nee, maar dat doet Wim wel. Wim leest de kranten wel, hè. Gedaan. Wim, hartstikke je bent een toffer. Ontzettend bedankt. En veel plezier met de t-shirt. En heel erg dag. Wat is dit vreselijk. Je moet het toch helemaal niet willen? Dan met de inbellers en zo. Wat? Ja. Oh. Ja, en muziek hebben we ook. Dat is ook verplicht volgens het handvest. Ook hiervoor mijn welgemeende excuses, meneer Plasterk. Want dit is weer een plaatje. ILO, dat is mijn tijdje. We zitten hier niet op 3FM. Johanna is op met die populaire. Onzin, jongen. ILO. ILO. Why you had to hide away for so long? Why did we go wrong?
sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Ik hoop dat iedereen er ontzettend van genoten heeft. Maar als je dit liedje vaker wil horen, moet je bij de top 2000 zitten. Ik was wel een fan hoor, vroeger, van ILO. Jongen. Iedereen is zijn jeugdzonde. Ja. Zeg, Jan, jullie nog even door. Voorspelt hij normaal gesproken alleen het weer voor deze eindejaarsuitzending? Want dat is het natuurlijk. Kruipt echt Jan, huisvoorspeller Mark Putto, voor één keer compleet uit zijn schulp en voorspelt alles. Mooi. Heel 2013, elke dag en ieder aspect van het leven. Of in elk geval of de mooie zomer wordt. Hele goede nacht, Mark Putto. Dag Jan. Hey Mark, hoe is het, Putto? Nou, je hebt een beetje verkouden, maar ja. Hoe komt het dan? Voor het weer? Ja, ik denk het wel. Het is een beetje saai en een beetje zacht. En dan zie je vaak dat ziektekiemen zich ophopen in de onderste lagen van de atmosfeer. Je weet ook alles, hè? Ja, en dan die bacillen die blijven toch een beetje hangen, ondanks de wind. Je ziet vaak als het stevig vriest dat iedereen heel monter is. En lekker gezond met een mooie blos op de hoge hand. Hoge luchtdruk ook, hè? Goed voor de sinussen. Maar Putto, bellen we je eigenlijk niet voor. Het gaat eigenlijk meer over dat jij... Vorige week had je een lijn en toen dachten we, nou, dit is dan de afsluiter van het jaar. Toen zei je, nee, ik wil dat je me volgende week belt, want dan ga ik voorspellingen doen. Ja. Nou, en we zijn zo gek op voorspellingen. Laten we eens beginnen met... kunnen we alles vragen of alleen het weer? Nou, het interessante is misschien... Ik heb ook wat... ik weet niet of dat echt relevant is... maar twee statements over Jan Heemskerk en Jan Roos voor 2013. Je hebt iets voorbereid. Dat vind ik leuk. Zullen we het niet doen of zullen we afsluiten ermee? Of nee, mee beginnen? Doe maar meteen. Dan hangen we wel op als het leuk is. Ja. Mee beginnen maar. Ja, dat is misschien wel mooi. Dan kunnen we... Nou... Ja, het is niet heel spectaculair, maar voor Jan Heemskerk verwacht ik... misschien ligt het een beetje in de lijn in verwachting, maar toch zeg ik het, een nieuw boek. Dat vooral begin 2014, moet je nagaan. Weet je, ik denk dat het je best verkopende boek gaat worden. Nou, dat zou mooi zijn, want dan loop ik gillend binnen. Nee, precies. En over Jan Roos eigenlijk twee dingen. Oh. Wil het weten of niet? Ja, nou, ik wil het wel weten, hoor. Als je gaat zeggen dat die Erik die net belde, dat zijn wens uitkomt, dan... Ik heb hem niet gehoord, maar goed. Nee, je hebt gelijk ook. Even kijken, Jan Roos. Ja. Gezinsuitbreiding, verwacht ik. Een meisje komt erbij. Hoe vind je dat? Dat vind ik dus echt vreselijk. Dat kan niet, hè? Ja. Nee, maar dat vind ik... Nee, maar echt, Putto? Echt waar, serieus? Ja. Ja, dan hang ik nu op. Want dan hou ik ermee. Ik heb namelijk gezegd tegen mijn vrouw, als er nog eentje bij komt, dan neem ik de stoomlok en Mogadishu. Ik heb er al drie, joh. Hou op. Ja. Ja. Is er weer een tweeling trouwens, Mark? Alsjeblieft niet. Ja? Even voor Jan heb ik nog een klein puntje. Punt B, dat is een verhuizing met een straal binnen 10 kilometer binnen de huidige woonomgeving. Hoe vind je dat nou toch, joh?
Ja, ik vind kan er ook niks aan doen, Jan. Ja, ik denk, is Jan alleen of gaat het hele gezin mee? Dat weet ik niet. Dat als je een combinatie maakt van deze feiten... Ik kan dit wel uittekenen, dat wordt een fletje in maar. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nee, maar goed. Oh, wat goed. Okay. Mark, wat heerlijk. Ik ben er nu al helemaal gelukkig voor dat ik er geval. Ja. Ik ben er doodziek van. Ik ben natuurlijk geen paragnost, maar wel een visionair. Dus misschien kunnen we toch even dat zeg ik vaak tegen mijn vrienden. Mark is geen paragnost. Laten we even bij het weer houden, Mark. Want ik zit even stuk op dit moment. Trouwens, ik... Ja, ik pak het even over, Jan. Ik zit echt Jan zit even vast. Ik heb al drie keer... Kun je iets zeggen over de gevoelstemperatuur van volgend jaar? Wordt het een ijskoud? Ja, nee, krijgen we een hittegolf? Wat gaat er gebeuren? Laten we het even doornemen. Ja, de komende periode is nu ongelooflijk zacht, hè? Ja, dat hebben we gemerkt. Dacht, dat weten we allemaal. Ja. Nou, gaat het nou veranderen? Ja, dat gaat veranderen in de periode. Ja. Tussen pakweg 15 januari en 17 februari, dan verwacht ik toch wel weer een wat koudere periode. Een periode die koud ook, met sneeuw erbij. Sneeuw. Ja. Elfstedentocht is een gelopen verhaal, daar gaan we het niet meer over hebben. Nee, maar een NK natuurijs, komt dat nog? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de kans op schaatsijs de komende 4 tot 6 weken miniem is. En schaafijs? Schaatsijs. Weet je, dat dacht ik ook, zal ik het zeggen? Ik weet het niet. Nee, slechte grappen laat je mij doen, hoor. Nee, word jij straks ook bedreigd. Je moet je niet hebben. Oh, zo slechte grap. Goed. Hey, ja, Jan, maak een heel even het jaar af met Mark. Dat kan Mark ook niet. Ja, sorry. Mark, we zitten dus... Economisch? Slecht weer? Moet je maar aan Ronald vragen. Meneer Plasterk, kom op even putto. Ja. Oké, goed. Koudere periode tussen 15 januari en 17 februari. Nou, ja, dat zei je. Dat heb je al gedaan. Kans op schaatsijs, ook al gezegd, is klein. Wel weer sneeuwval, 10 tot 20 centimeter zou dus kunnen. Nou, dan gaan we vervolgens toe naar een tamelijk koud voorjaar. Dus natuurlijk niet zo positief, hè. Veel mensen die houden natuurlijk van lekker warm weer in het voorjaar. En ik denk dat het tot en met begin mei, hè, 2 tot 3 mei, wel kan sneeuwen. Dus natuurlijk heel laat. Tot 3 mei sneeuwen? Ja, dus heel laat, zeg je ook in 1979. Oh, dus heb je zelf ook aan de poedersneeuw gezeten, Mark? Nee, absoluut niet. Daar kom ik nooit aan. Oh nee, maar dat klinkt namelijk... In mei lig ik namelijk op het strand. Ja, je maakt het brugje zelf van, Jan. Ja, dat doe ik voor jou, jongen. Ja, nee, kijk, daar wil ik het over hebben. Natuurlijk over die zomer. Hè, dat is ja. Misschien denken jullie nou, nu gaat het komen. Maar... Ja, nu gaat... Nee, zomer gaat nu nog niet komen. We zitten in december, punto. Nee, maar jullie verwachten misschien gaat er weer een topzomer aankondigen. Ga ik niet doen. Oh. Nou, wat ik over de zomer denk, is een ongeveer normale zomer. Dus geen, een normale zomer. Ja, dat is leuk, ja. Wel met een korte, warme periode. En dan heb ik het over temperaturen tot 7, 38 graden. Dat is wel mogelijk. 38 graden? Ja, maar in Nederland heb je het over ook. Ja, maar ik denk grosso modo, ja. Hè, dat we een, toch weer een normale zomer krijgen. Topzomers zijn heel zeldzaam, hè? Ja. Nou, ik ben er blij mee, Mark. Mark, ik denk dat we dit even allemaal tot ons haalt doordringen. Ik resumeer even vlug. Jan Roos, gaat in Alkmaar wonen. Ik ga een boek schrijven. Niet. Het wordt een natte, maar later koude winter. Geen schaatsen in Ankeveen. Ja. En de koude lente. Ja. En nog een gelukkig nieuwjaar. Een gewone zomer met temperaturen tot 38 graden. En maak er iets moois van met appelflappen, oliebollen en een vuurpijl. Ja, Mark, het mag inderdaad het allerbeste voor het volgend jaar. En hopen dat al je voorspellingen weer uit mogen komen. Ook voor jezelf. Ja, we gaan het controleren, oké. Okay. Ja, dag, mijn jongen. Okay. Dankjewel. Dag. Oh, dankjewel. Dag. Meneer Plasterk, misschien nog even gedag zeggen? Gelukkig nieuwjaar. Nee, u niet. Hij is al weg. Hij is al weg. Ik riep hem na. Nee, dat was dan de weerman. Maar dit is wel een hele bedankt. Even met mevrouw Roos gaan praten als ik thuis kom. Ah, wat maakt het uit. Wij zouden het wel weten trouwens. Weg met dat corrupte zootje. Maar onze minister van Koninkrijksrelaties... Ja, dat is natuurlijk een aardige en ook een beetje een milde man. Die heb ik wel die indruk. Dat denk ik ook wel, hoor. En we praten dus verder met Ronald Plasterk, onze hoofdgast van vanavond. Van de laatste echte Janne van het crisisjaar 2012. En dan zegt u... Corrupt zootje. Waar gaan we het nou over hebben? Nou, noem eens wat. Nou, Curaçao. Daar gaan we het over hebben. Ja, daar zit net een nieuwe regering. Het is wel een probleem dat mensen daarin tegen moeten zijn. Maar ik heb op zich... Dat is geen probleem. Ze zijn het alleen niet. Dat is het probleem. Nou, maar daar bleef ik even haken. Want ik heb een paar weken geleden met de heer Wiels gepraat. Die dus eigenlijk daar nu grote invloed heeft in de politiek. Vanuit de Kamer daar. Hij komt niet in de regering. En die... daarvan heb ik de indruk, laat ik het zo zeggen, dat hij zich er heel erg van bewust is dat mensen van onbesproken gedrag moeten zijn. Dus die heeft een heel uitgebreid integriteitsonderzoek gedaan. Daarom heeft het ook even geduurd
voordat die namen bekend werden. Omdat hij ervan overtuigd is, of in ieder geval dat zegt hij, en ik heb de indruk dat het ook echt zo is, dat het voor de toekomst van het land cruciaal is dat er mensen zitten die juist niet corrupt zijn. Dus als dat de werkelijkheid blijkt te zijn, dan is dat heel erg goed voor de toekomst van dat land. Maar moeten wij niet eens in gaan grijpen? Want het is een enorm zootje, daar heeft enorm veel corruptie. De begroting is nooit in orde, dan mogen we nog wat centjes sturen. Moeten we ingrijpen of we moeten er vanaf? Ik heb heel veel liever dat er een regering zit die zichzelf realiseert dat het cruciaal is dat het land daar en dat de mensen die het land besturen integer zijn. Maar kunt u nog voor ons nog één keer uitleggen? Want ik heb het echt geprobeerd, maar ja. Volgens mij wat zijn de fracties? Wat zijn de hoofdbewegingen? En welke is het beste voor ons? Nee, ik ga niet de hele politieke... Nee, maar het is toch relatief overzichtelijk? Want dit is het zelfs om en om een soort van twee grote politieke blokken die telkens elkaar overnemen. Of zie je nee, het ligt ook iets complexer. En ik wil ook wegblijven uit de partijpolitiek daar. Veruit het belangrijkste is dat er mensen zitten. Omdat wij een ander land zijn. We zitten met vier landen in het Koninkrijk. Nee, ja, maar ze zitten wel binnen het Koninkrijk. En wij zijn daar de baas, toch? Nee, we hebben een Koninkrijksregering. De Rijksministerraad. Waarin dus vanuit de vier landen mensen zitten. Natuurlijk is Nederland het grootste land van de vier. En wij zijn toch ook de baas? Dus heeft daar meer invloed. Maar nee, het is nadrukkelijk de bedoeling dat je samen in dat Koninkrijk zit. Maar dat elk land zijn eigen zaken op orde brengt. En dat is tot op heden eigenlijk onvoldoende gebeurd. En het is cruciaal dat die regering nu inziet dat ze zelf ook financieel orde op zaken moeten stellen. Ik heb vanuit Nederland gezegd, wij zullen geen begrotingssteun geven. Dus niet geld vanuit de Nederlandse begroting daar naartoe brengen. Maar ook geen financieringssteun. Dus we gaan ook niet lopen lenen om alsmaar meer te lenen. Totdat dat doen we straks weer als het water tot de lippen staat, zoals nee, meerdere keren. Ze moeten dat echt zelf doen. En als ze het niet doen... Wie gaat er dan dokken? Dan hebben ze een probleem. Ja, wij niet. Dat hebben we heel duidelijk gezegd. Maar u heeft toch ergens gezegd dat u toch wel erg vanuit gaat. En dat uw stellige voorkeur, allemaal politiek praat voor u. Ja. Er moet heel veel gebeuren, wilt u harde maatregelen gaan nemen. Dat is een beetje de indruk die ik. Nee, maar het is ook heel erg de vraag of je van twee kanten af. Of je, als u met harde maatregelen bedoelt dat Nederland zou gaan ingrijpen in andere landen. Aan de andere kant van de oceaan. Of zeggen van, de mensen sorry, daar willen het niet. En de mensen in Nederland willen dat natuurlijk ook niet. Nee, maar want als je ook... ingrijpt, dan word je ook verantwoordelijk voor het bestuur maar in een ander land. Waarom zit je dan in ons koninkrijk? Zij wilden, godzijdank, ze wilden een apart land worden. Doei! Wat hebben wij te zoeken met die rotsen daar aan de andere kant van de wereld? Zoek het lekker uit. Ze hebben een eigen muntje, lekker eigen cultuur. Veel plezier, bye-bye. Nee, twee dingen, ze zijn een apart land. Alleen die vier landen zitten samen in één koninkrijk. Ja, maar als het misgaat, dan zijn we met z'n allen verantwoordelijk. Dan zijn we niet verantwoordelijk in die zin dat wij bijvoorbeeld financieel verantwoordelijk zijn voor wat er daar gebeurt. Tot nu toe zijn we dat natuurlijk wel geweest. Maar daar hebben we nu ook paal en perk aan gesteld. En u heeft eerder in de uitzending, heeft uw collega Dijsselbloem geciteerd, die zei dat er niet meer geld bij kwam. Dat geldt ook naar de andere landen in het Koninkrijk. Nee, dus daar moet geen misverstand over zijn. Dat heb ik ook tegen de mensen in Aruba, in Curaçao, Sint Maarten gezegd. Geen misverstand erover. Wij gaan niet bijspringen. Dus in die zin moet ik snoeihard zijn. Maar vervolgens kun je samen met die vier landen wel proberen te kijken, wat kun je nou doen met elkaar samen in een koninkrijk, waardoor je er allebei beter van wordt. U heeft de indruk dat in elk geval in Curaçao daar nu een soort van kwartje gevallen is, van dat de ernst van de situatie tot de bewindvoerders is. Dat is mijn indruk wel, en dat zal ook moeten, want er kan geen misverstand over zijn dat wij dat niet gaan oplossen. En wat krijg je dan voor situaties? Stel nou dat er inderdaad toch weer, god verhoeden het, maar een rotzooitje wordt. Wat kunt u dan doen? Behalve wat u heeft gezegd, dat heeft u al gezegd. Ik ga geen geld meer brengen. Laten we het dan maar gaan. Dan gaat het daar mis. Dan is het gaat telkens naar mis. Nee, maar dan, wat krijg je dan? Nou, ik ga daar niet allemaal scenario's voor, maar je kunt je voorstellen, dan kunnen ze niet meer betalen wat ze moeten betalen. En dan ontstaat er een ernstige crisis daar. En dan, als er een crisis is, laten we ze niet verhongeren, want ze zitten bij ons in het Koninkrijk, dus sturen we geld en voedsel. Nou, maar goed, de vonger is nog weer een ander. Nee, maar ik begrijp wel, als daar echt de pleurs uitbreekt, dan zijn ze onderdeel van ons en dan moeten ze alsnog helpen. Zo loyaal zijn we toch wel aan die eilandjes. Ja, maar het is niet zo dat. Want anders. Hè, dus men is bezig met allemaal plannen. Op Sint Maarten wil men een nieuw justitiecomplex gaan bouwen. En dat kan natuurlijk niet zo zijn dat men dat dan doet en dan over een paar maanden komt en zegt: ja, nu zijn we toch eigenlijk failliet en willen jullie daarvoor nou bijspringen? Dat gaan we niet doen. En dan zeggen we dan maar failliet, groetjes. Ja, dan had je dat niet moeten bouwen. Dus we zeggen nu ook van tevoren, ga geen plannen aan waarvan je niet zeker weet dat je er financiering voor hebt. Dat geldt voor iedereen, dat geldt voor ons hier ook. Wat vindt u eigenlijk van die constructie? Die soort gemene bestachtige constructie die we nu hebben. Bent u daar gelukkig mee? Nou ja, als iedereen samen verder wil
En mijn indruk is dat het wel zo is, hoor. Dus er is ook in Curaçao, je noemde dat net, is er een peiling geweest onder de bevolking een paar jaar terug. Ik geloof dat 5% onafhankelijkheid wilde. En de overgrote meerderheid van de mensen zei, nee, we willen eigenlijk wel in dat koninkrijk blijven. Is er zo'n peiling ook wel eens geweest onder de Nederlandse bevolking? Over het koninkrijk. Ja, dat is dus niet zo. Nee, dat weet ik. En dat vind ik wel gek, hè? Ja, dat er dan aan die kleine puisjes wordt gevraagd, wil je bij Hully horen? Maar aan Hully wordt niet gevraagd, willen jullie eigenlijk die puisjes hebben? Want dan denk ik namelijk dat de meerderheid van de bevolking zegt nee. Het zou wel eens een historisch kantje kunnen hebben, ja. Nou, ik weet ook niet zeker of het waar is. Ik denk dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking wel zegt, we willen niet het probleem aan de andere kant van de wereld oplossen voor mensen die dat zelf niet aan het doen zijn. Nee. Maar als je, dat is tot nu toe zo geweest. Als je gezamenlijk verder kunt, en bijvoorbeeld ook landen daar kunnen ook, hè, voor laten we eerlijk wezen, Nederland is een handelsland, ook een ingang zijn naar Noord- en Midden- en Zuid-Amerika. En Nederlandse bedrijven kunnen daar dingen doen. We kunnen voor het onderwijs dingen samen doen. Mensen vandaar kunnen hier onderwijs genieten en volgens daar het land weer gaan versterken. Als je die situatie kunt bereiken, dan heeft het een meerwaarde. En dan vind ik het overigens ook goed dat we in Nederland iets verder kijken dan alleen maar de grenzen van Nederland alleen. En dat we zeggen, we hebben ook een geschiedenis. Het is ook niet zomaar dat we met z'n allen in dat koninkrijk zijn beland. Nee, maar hadden Suriname ook kunnen bouwen. Nou ja, maar het is met voor ons misschien niet zo heel erg. Dat nou, het is een mooie havenplek, toch? Maar voor Suriname is het volgens mij niet heel erg goed afgelopen de afgelopen 25 jaar. Nee, dat is wel zo. Alleen die mensen wilden hun vrijheid. En ik bedoel, het is toch onderdeel van de kolonie geweest. En dat vind ik toch als een volwassen West-Europees land. En je moet zeggen, nou jongens, spijt ons wat we gedaan hebben. Was niet handig. En dat hebben we niet goed gedaan. Nu lekker op eigen benen. Ja, succes. Maar er gaat een stap aan vooraf. Dat je zegt van luister eens, als jullie met ons samen verder willen. En je wil ook een Nederlands advies krijgen. Je wil met Nederland profiteren van kennis die in Nederland is opgebouwd en ervaring, dan zijn we daar graag toe bereid. En dan heeft het overigens ook te maken met de geschiedenis van hoe dat ooit is ontstaan zo. Maar dan moet het aan de andere kant natuurlijk ook serieus gebeuren. En moet men het ook serieus willen. En als dat zo is, ja, dan kun je in een koninkrijk een mooie toekomst hebben. Zou er voorstander zijn, want u zegt net, aan die eilanden is gevraagd, hè, bij de inwoners, willen jullie dan bij de andere kant van de wereld horen, bij Nederland? Zegt, nou, eigenlijk de meerderheid, de overgrote meerderheid, lijkt me hartstikke leuk. Is het niet een keer ook leuk om het zeg maar aan de Nederlander te vragen van wat vinden jullie hier nou eigenlijk van? Of bent u niet zo referendumachtig persoon? Nee, ik ben niet. Ik vind in principe dat de gekozen volksvertegenwoordiging hier duidelijk in moet zijn en standpunten over moet innemen. En daar is altijd een meerderheid geweest die dit vanzelfsprekend vond dat we in het Koninkrijk verder gingen. Ja, maar ik zie nu wel. Geen partij die eraf wil, nou, bijvoorbeeld met de PVV. Ja, maar ik zie nu overigens ook wel in het Nederlands parlement, als ik zo de debatten de afgelopen tijd zie, dat men ook wel kritischer wordt en zegt van ja, hallo, er zijn vanuit bijvoorbeeld vanuit Curaçao in die vorige regering zijn ook wel dingen gedaan en gezegd. Waar we zeggen, ja, daar willen we niet. Is het denkbaar dat Nederland zegt, mijn koninkrijk uit? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet, maar het is wel zo dat als een land, wat je wel kan doen is zeggen, ja, hoor eens even, dit zijn de regels waar we hiermee spelen. Dat is ook ligt vast in het statuut van het koninkrijk. En als jullie dat niet willen, ja, dan stopt onze bijdrage aan wat jullie verder aan doen. Nee, maar wij kunnen zeg maar niet zeg maar als Nederland zeggen van, joh, ga weg, we hebben geen zin meer in jullie. Zij kunnen alleen zelf bepalen dat ze niet meer bij ons, dat ze eruit willen stappen. Maar er is wel eens een probleem geweest, bijvoorbeeld met het homohuwelijk, dat ze op zijn eiland zeiden van, ja, dat gaan wij hier helemaal niet invoeren, zo doe niet erop. Dan krijg je een probleem met wetgeving. En dan denk ik op een gegeven moment, ja, wie zijn dan de kinderen en wie zijn de papa en mama? Ja, het voorbeeld wat u net noemde, dat ligt iets anders. We hebben ook nog drie eilanden daar die onderdeel van Nederland zijn. De gemeentes. Net naar gemeentes. De gemeentes, ja. Die zijn eigenlijk, ja, precies. Vergelijkbaar met gemeentes. Dus de BES, bijvoorbeeld Bonaire. Maar dan moet je jou aan onze regels. Die moeten zich, dus die zijn onderdeel van echt het land Nederland. En ja, daarvoor gelden Nederlandse wetten. Ja. En als ze die niet uit willen voeren. Hoe gaat dat eigenlijk? Gaat dat lekker? De klachten die ik met name krijg vandaar is dat er zo ontzettend veel Nederlandse wetten zijn. Dat het voor een eiland met die omvang, met een paar tienduizenden mensen, eigenlijk niet helemaal te doen is om die allemaal volledig in te voeren. Oh. Dus dat we wel goed moeten kijken, in ieder geval naar het tempo waarin het gebeurt. En misschien moeten we ook wel eens kijken of in Nederland ook niet een beetje maar veel. Maar volgens mij heb je een wetboek en er staat in wat niet mag. En of je dat nou voor 10 mensen invoert of voor 10 miljoen. Dat is toch duidelijk? Dat mag niet. Ja, en dan kan je zeggen, ja, op dat eiland is het een beetje lastig, want er wonen weinig mensen. Nou, dat mag niet. Dat snapt toch iedereen? Nee, we moeten ook allemaal uitgevoerd worden. Hè. Dus we hebben, ik geloof, een extreem voorbeeld was dat op Sint Maarten op een gegeven moment ook een commissariaat voor de media kwam. Oh ja. En ja, dat moet, want vast volgens de wet. Ja, het betreft hier meer de regelgeving dan Waddinxveen. Nou, ja. Ik weet niet Waddinxveen, maar in ieder geval niet zo heel groot. En Waddinxveen heeft ook geen commissariaat voor de media. Dus soms is het puur naar de schaal, is het niet helemaal praktisch om alles helemaal in te voeren. Nee, dan wordt het commissariaat groter dan het aantal journalisten. Ja. Ja, dat wordt natuurlijk lastig. Zou u door, als die landen zelf zouden zeggen van, joh, we zien het niet meer zo zitten, joh. Zou u dan zeggen, ja, ga lekker. Of gaat u dan uw best doen om ze er toch bij te houden?
als ze echt niet willen, dan stopt het. Maar het zou mijn voorkeur hebben om te kijken hoeveel je samen kunt bereiken, ook in de wereld. En ik denk dat het voor Nederland ook goed kan zijn, als men daar de boel op orde heeft, dat het goed kan zijn om samen toch in het losvaste verband van een koninkrijk verder te gaan. Is het nog een zorg? Want er zit natuurlijk heel wat Nederlandse economie zit daar. Heel wat Nederlanders wonen. Zeker. En verdienen daar geld. Ja, en bedrijven. Die moeten ze eigenlijk misschien wel bijna beschermen. Hè? Is dat een gevoel dat dat moet? Wat gebeurt er met die mensen als die landen volledig onafhankelijk door zouden gaan? Nou, er zijn ook natuurlijk mensen van Nederlandse afkomst die in Suriname blijven wonen. En dat kan op zichzelf wel. Maar het... Dus dat is niet mijn eerste zorg. Ik denk dat het, maar deed het gewoon voor Nederlandse, ook praktisch voor de Nederlandse economie, maar ook wel voor Nederlands, voor het gevoel dat je nog iets meer bent dan dit land alleen en dat je ook nog eens verder kijkt in de wereld. Dat vind ik toch wel, misschien ben ik dan een romanticus, maar dat vind ik wel goed. Imperialisme noemen we dat? Nee, dat is als je ergens anders de baas wil spelen. Oh, we zijn daar niet de baas. Nee. We hebben gewoon een paar leuke vakantieeilanden waar we niks te vertellen hebben. Nee, waarmee je samen dingen doet. Dat ideaal is niet bereikt. Hè? Dus dat zeg ik meteen bij. En mensen moeten daar nu, het is acuut, in de komende maanden echt orde op zaken stellen. Want anders gaat het daar mis. Minister Plasterk, we praten straks met u verder. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. Want dat moet ook gebeuren. Het is bijna... dan is het al de 31ste. Dan mogen we al vuurwerk afsteken. Nou ja, goed, in ieder geval, wat maakt het uit? Hier is het nieuws van 1 uur. Straks terug met Echte Janne met Ronald Plasterk. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Libië zijn 2 mensen omgekomen door een explosie bij een Koptische kerk. 2 mensen raakten gewond. Het is niet bekend wie er achter de aanslag zit. Bij de kerk is dynamiet gevonden, dat wordt gebruikt bij het vissen, zegt een lokale overheidsfunctionaris tegen de BBC. De slachtoffers zijn Egyptenaren. Libië heeft een kleine christelijke minderheid, vooral Kopten uit Egypte. De Egyptische regering heeft bij Libië aangedrongen op een onderzoek. Ook is verzocht om extra beveiliging van de kerk in Dafinia bij de stad Misrata. Ongeveer 200 politiemensen zoeken in Brazilië nog steeds naar een gewapende bende die 9 mensen gegijzeld houdt. De bende probeerde eerder vandaag een fabriek te overvallen waar sieraden worden gemaakt. Daarbij werd de leider van de bende samen met 2 anderen doodgeschoten. De andere bendeleden vluchtten met een onbekende buit in 2 groepen en maakten in de buurt elk een aantal gijzelaars, onder wie een paar kinderen. De Braziliaanse politie zegt dat het topprioriteit is om de gijzelaars levend terug te vinden. De internationale gezant voor Syrië, Brahimi, is pessimistisch over een oplossing voor het conflict. Als er in 2013 geen akkoord wordt gesloten, belandt Syrië volgens hem in de hel. Het land valt in stukken uiteen met een grote rol voor lokale krijgsheren. Syrische regeringstroepen hebben dit weekend na dagen van felle gevechten een deel van de strategisch belangrijke stad Homs heroverd op de opstandelingen. Een plaatselijke oppositiegroep zegt dat zeker 200 burgers na de gevechten door het leger zijn meegenomen en geëxecuteerd. In Den Haag is een man van 24 aangehouden die probeerde een politiecamera in brand te steken. Agenten keken live op de camera naar de poging tot brandstichting en stuurden er meteen collega's op af. Die zagen een man die voldeed aan het signalement en arresteerden hem. De camera in de Daghammerskildstraat was er tijdelijk opgehangen in verband met de jaarwisseling. Dan nog het weer. Morgen grijs, plaatselijk een beetje motregen. Het wordt 's middags 10 graden, oudejaarsavond, vanuit het westen meer regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben en blijf Jan Roos. En hier is Jan Heemskerk. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121... voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is. Genuanceerd is altijd. Blijf met je rotpoten van ons rotvuurwerk. Maar vind je dat niet genuanceerd? Nou ja, je moet hoe zou jij dat zeggen? Die schutwoorden. Blijf met je handen van meid. Onze... Ja, nou ja, rot. God, wat ben je op zich wel grappig. Een rotje, een rot. Nou ja, dat is nog een soort van geestig. Als je het zo bedoelt, dat tenminste. God, maar eens kijken of Max nog een plekje hierover heeft. Ah, jongen. Dat is over Sherry zat er niet altijd zo. Hufter. Schiet er maar op. Ja. Minister Plasterk is hier nog steeds, die is van de PvdA, die zoals je waarschijnlijk niet is ontgaan in een kabinet is gaan zitten met de VVD. Wij denken eigenlijk, eerlijk gezegd, dat die 2 partijen tot zover het slechtste bij elkaar en voor het land bovenhalen. Maar misschien denkt de minister daar wel heel anders over. En ook dat mag bij de echte Janne, want zo zijn wij namelijk gewoon. Ja, andersdenkers die knuffelen en die kussen we en die persen we uit. Omdat ze net zo geloven in dingen zoals wij geloven. Nee, helemaal niet. Dat mag ook gewoon. Ja, maar dus de vaderlandse politiek, Jan. En dan is de eerste vraag die ons bezig hield vandaag. Wat doet de minister van Binnenlandse Zaken eigenlijk? Wat
Want laten we eerlijk zijn. Houdt het in. Ja, uw portefeuille is waanzinnig uitgekleed. Hè? Wat doet u eigenlijk nog? Nee, ik doe eigenlijk precies wat de minister van Binnenlandse Zaken al... Nee, maar vroeger zat justitie erbij. Nou, er is een tijd geweest dat bijvoorbeeld wonen erbij zat. Maar er was eigenlijk altijd de minister van Volkshuisvesting. Ja, dat hebben we ook gehad. En er is een tijdje is geweest dat één minister dat allemaal deed. Maar ik vond het helemaal geen goed idee. En dat is nu weer apart. En dat vind ik ook terecht. Ja, maar dat is apart. Wonen is apart. Justitie, integratie, politie. Integratie. Altijd een aparte minister van Justitie geweest. Nee, maar politie ging er over. Ja, dat is het enige wat eigenlijk is overgegaan in de loop van de jaren is politie. Maar wat doet u dan nu nog? Nou, gewoon waar we het net over hadden. Het Binnenlands Bestuur. De AIVD hebben we het al kort even over gehad. Koninkrijksrelaties, democratie, de grondwet. Vrijheid van meningsuiting, openbaarheid van bestuur. Oh ja, dat is best wel wat nog. Gewoon ja, het hele zorgen dat we een fatsoenlijk bestuurd land hebben. Praat u ook nog wel eens met de koningin, omdat u dit doet in Binnenlandse Zaken? Jazeker. Vindt u dat een aardige vrouw? Ja. Is een leuk mens, toch? Nou ja, wat je vooral merkt als minister is dat ze ontzettend serieus en professioneel is. Ja, dus het is niet als je daar op de thee wordt uitgenodigd, is het echt niet van over koetjes en kalfjes praten. Nee. Maar heeft de koningin echt pagina's volgeschreven met discussiepunten, vragen, dingen waar ze geïnformeerd wil worden. En dat is buitengewoon serieus. Maar dat is grappig eigenlijk, hè? Want u zegt net in mijn portefeuille de democratie. En dan gaat u naar iemand die geboren en is hoepen de poep koningin. En die heeft dan bladen volgeschreven hoe het zou moeten. Ja, toch is dat, want uiteindelijk is het niet de koningin die bepaalt wat er gebeurt in het land. Nee. Maar dingen zijn wel nuttig. En dus ik heb dat eerder als minister van Onderwijs ook als nuttig ervaren. En we hadden, wanneer was het, 3 weken geleden, Koninkrijksconcert. We hadden het net over het Koninkrijk. Dus er komen de minister-presidenten van die andere landen komen allemaal over. En dan is en ik was daar gastheer, dus dan is het ook je taak om dan samen met de koningin die avond rond te lopen tussen de mensen. En ze is buitengewoon goed op de hoogte natuurlijk. Is daar veel geweest, is daar heel populair. En ja, dat draagt toch veel bij. Nee, is wel zo, maar omdat er natuurlijk al veel discussie is geweest van ja, eigenlijk proberen we hier democratie, democratie te zijn. En dan heeft zij de vinger iets te diep in de pap. Alleen maar omdat ze dan geboren is als koningin. En we zouden het nooit opnieuw verzinnen. Als wij Nederland nu opnieuw zouden starten, dan zouden we niet met de monarchie beginnen. Maar ik denk dat de manier waarop we nu hebben ingericht eigenlijk een hele goede is. Je moet je realiseren, als we een president hebben, ik weet niet wie er dan nu de president van Nederland zou zijn geweest. Nou, maar ik denk dat u een goede kans maakt. Nou, dan kijk, ik begin dan meteen heel anders over denken. Nee, nee. Dat heeft ook zijn nadelen. Nee, maar daar ben ik ook helemaal geen voorstander van. Waar wil je heen, Jan? Nou, dat het Koningshuis prachtig is. En dat moeten we houden, want het is een eenheid. En ik vind Beatrix, voornamelijk Beatrix, vind ik een ongelooflijk mooie vrouw. Op een mooie positie. En ik hoop dat ze daar nog heel lang zit. Willem-Alexander is bloedserieus. Ja, maar daar kijk ik toch iets anders naar. Nou ja, maar wat ik hoop, en wat je vraagt en wat ik wil zeggen. Ja. Ik vind toch dat het toch wel meer in traditionele zaken zit. Als Koningendag. Ceremonieel. En ceremonieel mensen ontvangen. En dan denk ik, laat die politiek nog maar aan de politiek. Ja, maar het is ook de politieke macht van het Koningshuis is ook buitengewoon beperkt. Nou. Maar de dingen die mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld ook met hoofd van de Raad van State, dat is niet niks hoor. Ja, maar dat is inderdaad, als hoofd van de Raad van State heb je ceremoniële functie. Want het is in die samenstelling komt dat eigenlijk nauwelijks bij. Ik geloof 1 keer per jaar. Nee, maar goed, maar daar worden toch best wel flinke dingen besloten. Nee, uw vrouw zit daar. Het is informatietijd. Had dus de koningin een rol. Dat is de laatste keer ook al. En daar was u het ook mee eens, hè, dat niet meer gebeurde. Dat heeft de Kamer zo besloten. En dat is dus volgens mij heeft dat ook de formatie niet bemoeilijkt. Nee. Maar ik denk dat de manier waarop het nu werkt. En waarbij ook, we hebben nu ook een koningshuis dat niet zijn tijd doorbrengt met op de Bahama's cocktails te slempen. Maar met gewoon voortdurend serieus bezig zijn met handelsmissies, met dingen inhoudelijk. Ze slempen toch wel eens een cocktail? Nee, maar goed, ik bedoel, ik heb van andere koningshuizen nog wel eens het beeld dat die echt het goede leven leven. Ja, terwijl ons nee, hardwerkende mensen. Hardwerkende mensen. Dat geldt ook voor de kroonprins en de kroonprinses. Want die zijn dus voortdurend bezig in het land, buiten het land, om voor Nederland dingen te doen. Ik vind die oranje zwanger. Er is trouwens een gerucht dat Maxima weer zwanger is. Ah, Jan, de Duitse pers. Je moet die geruchten niet geloven, want volgens Mark Putto is mijn vrouw ook alweer zwanger. Dus geloof niet allemaal. Als die zwanger is, is Maxima ook zwanger. Maar goed, hartstikke leuk. BA is hartstikke leuk. We vinden het allemaal hartstikke leuk. Maar we gingen het even hebben over die samenwerking. Ja. Vindt u dat nou ook leuk? Dat tot nu toe loopt die eerlijk gezegd gewoon goed. Meent u dat nou? Ja, dat is echt waar. Het is een goede club mensen bij elkaar. Er zijn er denk ik ook wel een beetje op uitgezocht dat ze dat op een zakelijke manier gaan doen. Dat ze ook allemaal een deukje kunnen hebben. En al kunnen zeggen van hoor eens, het land moet op een verstandige manier geregeerd worden. Laten we dat doen met elkaar. Deukje zegt u. De VVD is gehalveerd in de peilingen. U staat er ook niet zo best mee voor. 26 nog hoor.
Ja, maar goed, het is toch een stukje minder. Dat is natuurlijk dat zijn nooit wel deuken, hoor. Dat is nooit leuk om dan zo'n peiling te zien. Aan de andere kant wisten we dat 100% zeker van tevoren. We hebben dat tegen elkaar gezegd. Dat zou gebeuren. Dat het zou gebeuren. Natuurlijk is dat zo dat als je er gaat aan dingen doen. Mensen zeggen namelijk van: jongens, als het land maar geregeerd wordt, maakt niet uit wie je doet, maar doe wat. Ja, dat en, was de stemming. En dan doe je het. En dan leg je al je principes aan de kant. Nee, en dan krijg je het voor dat als je het dan gaat doen, gaan mensen zeggen: ja, maar wat je nu doet, dat willen we niet. Nou, er is ook wel flink wat gedaan. Is dat hoe je erin staat? Want veel mensen die wij deze vraag stellen, die zeggen: ja, dat is de wens van het volk. De geweld. En dat is helemaal niet de wens van het volk. De wens van het volk was ofwel een kabinet met PvdA, ofwel een kabinet met VVD. Maar ik denk dat er heel weinig mensen in het volk zijn geweest die dachten: weet je wat, dan moeten die twee het samen gaan doen. En je kunt niet spreken over de wens van het volk. Want dan is het of het volk dan als een soort koorzang in één keer zegt: man, dit is de toon die we aanslaan, dit gaan we doen. Nou ja, dus het is de uitkomst van het gewone democratische proces. Ja. Is dat dit de samenstelling is van het parlement. En de enigszins normale manier om een overzichtelijke regering te vormen was deze. Dat betekent van twee kanten concessies doen. Op dat moment zei iedereen in Nederland: zei van in de hemelsnaam, vorm een stabiele meerderheidsregering. Ja. Nou, die zit er nu. Zeker. En die doet nu wat er moet gebeuren. En ja, dan moet je van twee kanten water doen. We hadden net onze weerman Mark Putto, die ook andere voorspellingen blijkbaar kan doen. Ja, dat is toch prachtig, is een man. Ja, bij de NOS hebben ze dan een weerman die alleen zegt dat het morgen gaat regenen. Maar wij hebben een visionair die gewoon dingen alles. Maar goed, u denkt dus dat dit kabinet blijft zitten. Dat zou ik ook zeggen als ik erin zou zitten natuurlijk. Ja, denk ik ook. Alleen het probleem is natuurlijk, de VVD heeft zoveel tikken op de neus al gehad. Ja, die moeten om nog zeg maar geloofwaardig te blijven. En de PvdA heeft natuurlijk gigantisch gescoord met die Samson en onderhandelingen. En daar valt het allemaal nog wel mee. Maar de VVD die is wel heel bang voor het electoraat die wegwandelt. Bij de volgende keer dat er water bij de wijn komt, zeggen ze: ja, rot lekker op, joh. Dat kunnen wij niet meer verkopen. Denkt u niet dat dat een scheuring kan opleveren? Nou ja, het hangt heel erg ervan af hoe je ermee omgaat. Dus als wij nu bezig zouden zijn om elkaar vliegen af te vangen en elkaar dingen niet te gunnen, dan neemt dat risico toe. En ik denk dat zowel in het kabinet, maar ook in de fracties in de Kamer, toch het gevoel is van: als we dit stabiel willen houden en het moedig zijn voor het land, dan moet je ook elkaar dingen laten doen en zeggen van: nou, dit is voor jullie belangrijk, oké, dan moeten we het op deze manier doen. Is het een leuk team? Ja, het is een leuk team. Nee, omdat je vaak hoort dat zeg maar op feestjes VVD'ers bier zuipen en staan te dansen en te rallen en dat de PvdA nog een beetje zuur aan de kant staat. Nou, op die feestjes ben ik nog niet geweest. Nee, maar dat het qua combineren niet echt zeg maar elkaars mensen zijn. Ja, maar dat vormen we nu helemaal niet. En ik vind, dat mag niet uit het kabinet klappen, maar bij de discussies is het helemaal niet zo dat het altijd langs partijlijnen loopt. Dus dat je krijgt hele opvallende dingen. Oh, echt waar? Ja, en soms overigens meer langs portefeuillijnen. He, dus dan is juist een VVD-minister op een spending department die wil iets meer uitgeven. En dan zegt Dijsselbloem: dat is niet vriend. Zeggen, laat me niet. Dus dan krijg je een soort omkijken. Heeft u wel eens het gevoel dat er daadwerkelijk ineens een soort begrip openklapt aan de andere kant? Bijvoorbeeld bij u voor een VVD-standpunt wat hij al rabiaat heeft bestreden. Of bij een VVD-collega die ineens lijkt van: oh, wacht even, als ik het nou zo hoor, als u het nou zo zegt, dan lijkt het, dan vind ik het ook eigenlijk wel wat. Ja, ja. Gebeurt dat? Dat gebeurt. En dat men heeft begrip voor elkaar standpunten. En zegt soms ook wel eens van: ja, zo hadden wij het niet verzonnen. En maar goed, dat is dan een compromis wat je hebt gesloten. Ja, er zijn wat pijnlijke zaken natuurlijk al de revue gepasseerd. Nu zegt men, de politiek kenner, de VVD heeft nou wel eens een tikje op zijn neus gehad. Die van de PvdA moeten nog komen. Altijd is onder het gras in de sociale zekerheid. Want dat is iets moeilijker uit te leggen. En het staat iets dieper weggeschreven. Denkt u dat ook, dat er toch ook nog wel wat klapjes die kant op komen? Ja, ik denk noem er eens een paar. Nou ja, ik ga ze niet. Eén. Op zichzelf zijn. Eén! Noem er drie! Twee! Nou ja, u kent het, de volgorde. Een volgorde. Eentje dan maar. Ik denk dat de bezuinigingen, we hebben van de woorden vandaag, dat de woningbouwcorporaties minder onderhoud kunnen plegen. En dat er zitten heel veel mensen met een PvdA-sympathie zitten in die huurwoningen. En die vinden dat vervelend. Bezuinigingen op de zorg zullen hard aankomen. WW? Nou ja, precies. Een sociale zekerheid. Maar dat uiteindelijk, als je deze orde van grootte moet bezuinigen, dan ontkom je daar niet aan. Dat wordt iedereen ook tegenwoordig best wel vaker. Steeds vaker ook de mensen die er dan verstand van moeten hebben, volgens het feit dat ze economie gestudeerd hebben of zo, dat we toch met z'n allen misschien wel bezig zijn de economie kapot te bezuinigen. De consumentenvertrouwen is heel laag, bestedingen zijn ontzettend laag, productie. En niemand geeft een poen meer uit. En niemand geeft geld meer uit, niemand produceert meer. Wat is er niet iets van: jongens, we bouwen elkaar nu wel na dat het allemaal moet en dat het allemaal verstandig is en dat het allemaal een hoog tijd wordt, maar schieten we niet door?
Dat zou uw linkse hart toch een beetje pijn moeten doen dat het zo slecht gaat. Ja, nou voor Nederland alleen, maar met name natuurlijk als dat in heel Europa en in de hele wereld gebeurt, dan is dat risico er wel. En, want waarom doen de Duitsers het bijvoorbeeld zo goed? Want die halen dus wel weer een lichte groei volgend jaar, is voorspeld, stond in de krant vandaag. We zijn toch altijd een soort economische provincie van Duitsland geweest. Wat doen wij fout dat zij goed doen? Ja, daar zijn hele analyses over geweest om dat verschil te verklaren. Ik heb eigenlijk niet zoveel... Arbeidsethos. Ja, nou dat niet, maar het heeft ook de rol in de wereld. Maar we zijn nog meer op een export gericht. We zijn minder een maakland dan Duitsland. Er zijn een aantal verschillen. De woningmarkt kan ook een rol spelen, hoor. En daar zit ook nog wel een beetje een paradox van wat we moeten doen om die woningmarkt van de gang te krijgen. Dat maakt op de korte termijn de problemen misschien nog wel groter. Ja, iedereen blijft zitten. Iedereen blijft zitten. En doet geen moer meer aan zijn huis. Maar het moet uiteindelijk juist wel gebeuren om die woningmarkt van de gang te krijgen. Maar ja, daar hebben we het heel vaak over gehad. Dat is natuurlijk niet te doen. Nou, toch zal het moeten, weet je. Maar je kan natuurlijk allemaal maatregelen invoeren waardoor mensen een ton, anderhalve ton, minder huis minder waard is. Ja, dan ga je niet meer verhuizen. Dan denk je, nou schat, dit is het dan de aankomende 60 jaar. Dan gaan we hier maar met 6 plankjes uit. Nee, maar als de huizen zijn de afgelopen jaren dus in prijs, wat is het voor zoveelvoudigd. Ja, maar dan kunnen de starters er ook niet meer bij. Maar niet iedereen heeft natuurlijk 15 jaar geleden zijn huis gekocht. Nee, dat weet ik wel. Nee, dus de problemen zijn heel reëel. De mensen die in de afgelopen 5 jaar een huis hebben gekocht. Voor een deel van de mensen staat het onder water. Ja, is een hypotheek veel groter. Het gaat over mensen die een jaar of 12 geleden een huis gekocht hebben. Dat is wel iets langer. Nee, absoluut waar. Heeft u nog een beetje vakantie? Wanneer gaat u beginnen? Nou, wat ik al eerder vertelde, een week op vakantie geweest. Is nou week in het land. Nou, we krijgen nu nog even het oudjaar en nieuwjaar en dan komt het weer op gang. We hadden het net al even over, tenminste, Jan, mijn royalty watcher hier in het programma, die zei net, Maxima is zwanger. En ik lees net dat het in de Duitse media, uit de Duitse media komt, dat zei Jan ook. Maar meestal is het dan waar, omdat zij namelijk hele mooie linkjes en verbandjes hebben met zeg maar het Koningshuis in Nederland. Zij zijn gewoon jaloers op, hoor, maar maakt niet uit. Dus dan denk ik dat het waar is. En nou zit er hier toevallig iemand in de studio die onlangs nog contact heeft gehad met de mogelijke oma. Heeft u wat gehoord? Nee, absoluut niet. Nee, dit is dit was een lieglachje. Ja, dit was naar rechts kijken en wegkijken. Je hebt erop getraind, Jan. Ja, AIVD heb ik daar ook gezeten. U weet van niks. Oprecht, nee. En dan het erge is, dan wordt het weer een meisje. En dan moeten ze weer een naam met een A verzinnen. Dat lijkt me zo lastig. Ja, dan misschien kunnen ze in laten bellen. Annie. Ja, kunnen jullie in laten bellen? Nee, in laten bellen word ik alleen maar bedreigd. Nee, dat we dat vooral niet doen. Wat we wel moeten doen helaas is afronden, Jan. Warme afscheid, meneer Zaplasterk. Dank u wel dat u was. En u heeft dit ook mogelijk gemaakt. Ja, u heeft poont erin getrokken. Dus zo is dat. Dus nog bedankt voor elke maand. Ook mijn dank. En ik heb het lege gevoel dat het tekort was. Maar goed, het is weer altijd. Dat is altijd. Als het fijn is, dan wil je dat langer duurt. Hè. Voordat we allemaal metaforen uit de kast gaan trekken. Nogmaals, hartelijk bedankt. Mede namens Jan, denk ik. Ja, en ook namens jou. Ja, ook namens mijzelf. Oké, tot ziens. Dank u wel, hè. Meneer Plasterk, ongelooflijk. We gaan nu even een potje sport, hoor. We hebben rijtjes, is ons beloofd. Nou. Waarschijnlijke rijtjes, geweldige rijtjes. Dus zonder al te veel gedoe gaan we verder met sportfilosoof Leo de Riesen. Sporten. Met Leo. Ah. Leo de Riesen. Een hele goede dag. Leo de Riesen! Was het met Ronald Plasterk? Ja, leuk, Leo! Heel erg leuk, Leo. Leuk dat je het vraagt, joh. Ha, Leo! Hey, Jan Heemske. Hey. Leo! Leo, voor de dag erbij. Hey, Jan Roos. Voor de dag erbij. Je hebt lijstjes en rijtjes. Ja, dan heb je niet alleen ons, maar ook de luisteraar beloofd. Lijstjes en wat? Rijtjes. Ook de rijtjes. Rangschikkingen. Op 1-1-1-1-1-1. Ja, 2-2-2. Ik dacht eigenlijk dat het niet mocht. Nee, jawel. We hebben ons erop verheugd. Lijstjes. Okay. Nou, begin maar met het eerste rijtje of lijstje. Ja, nou, de eerste... Stand, maar ook. Nee. Lijstjes of rijtjes, niet stand. Okay. Ik heb hier een lijstje van de beste vierde man van 2012. De beste vierde man van 2012 is geworden. Is geworden de heer Koekoe. Nou, dat is leuk. Volgende rijtje. Ja, beste prijs, de prijs voor de beste toneelspeler op het voetbalveld gaat naar die Holla, die op een... De zilveren Schwalbe gaat naar... Danny Holla. Danny Holla. Hartstikke leuk, Danny Holla. Danny Holla? Wie is dat? Ja.
Ja, nee, die kreeg een duw van Pelle. En die ging liggen rollenbollen of je als gezicht gewond was geraakt. Die Danny Holla. Ja, Danny Holla. Of stilstaan noemen ze hem ook al. Weet je wat ik dan die achternaam heb? Holla. Of stilstaan. Nou, een heel klein drummetje was dat. Ja, ja. Dat is ook een beetje een lafgrapje. Jan, rijtje. Drie. Ja, het is eigenlijk al een beetje zo, jongen, we gebouwd hier met veel te traag met die echo. Even, wat? Leo, één momentje. Rijtje. Drie. Oh ja. Minst gevuld geveerde voetballer van 2012. Wacht even, Leo, je had nog een mond vol brinta. We hebben het niet kunnen verstaan. Minst of meest gefotografeerde? Minst gefotografeerde voetballer van het jaar 2012. Ja, dat zal wel een dooie zijn dan. Danny Holla. Is geworden. Nou. Hans Welschap de Balju van Aristos Zaterdag 3. Hup voor Hans. Nou. Rijtje 4. Ja, de beste, wacht, ik heb hem hier nog, oh ja, de mooiste haar van 2012 is geworden op de tweede plaats. Oh, wacht even. Graziano, bellen? Oh. Ja, ja, maar wie is de nummer 1? Leidt ons uit het verlossen, uit ons lijden. Ja, maar Jan van Hals. Ja! Jan van Hals! Het leukste haar met 2000 Jan van Hals! Je bent vandaan, Leo! Ja. Leo! Nou, ik heb ook nog een serieus lijstje. Ik vind, Wacht even, Leo, wacht even. Ja. Het serieuze lijstje, nummer 555. Ja. Ja, ik vind op nummer 1 gedeeld geëindigde zeg maar mensen die positief hebben bijgedragen aan het voetbal van het jaar 2012. Vind ik op de eerste plaats Frank de Boer. Ja! En waarom? En dat is niet omdat ik uit Amsterdam kom, wat wel zo is. Of omdat je ook niet van je tweede naam Frank heet, want dat weten we allemaal, Leo Frank. Nee. Maar het is gewoon omdat hij zeg maar in dat hele jaar 2012... Ajax wederom kampioen heeft gemaakt, maar ook in die tijd van die revolutie bij Ajax, die zogenaamde fluwele revolutie, waarbij echt heel veel slachtoffers zijn gevallen. Dat hij is de man geweest die van begin tot eind altijd zichzelf is gebleven. Hij had die helmstok vast, hij had het stuur, hij had die horizon. Ja, hij kon voor 6 miljoen naar Moskou en hij doet het allemaal niet. Nee. En wie ook voor mij, wat mij betreft, is eer voor vermelding krijgt, Ronald Koeman. Ja, jezus. Ronald Koeman. Jij bent er niet gewend veel, hè? Dit soort manier van presenteren. Ja, en Bruno Martins Indy. Omdat hij als voetballer gewoon geweldig is doorgebroken. Vond ik wel mooi. En ik wil ook nog een pluimpje geven aan... misschien was het met dat bandje laten zien. Serdar Gözebüyük, vind ik toch wel, als je 27 jaar bent. Overzie je niet altijd precies wat de gevolgen zijn van de dingen die doet. Maar het deed vanuit een goed hart. Ja. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, en dan heb ik nog... Tot slot. En dan mag je nog vragen stellen aan mij. Is dit een lijstje? Ik weet niet meer wat ik ben er weg mee. Is dit een nieuw lijstje? Ja, dat is toch een lijstje. Oh, maar dan moet ik een echo hebben, kabouter. Ja, een lijstje. Wat voor lijstje is het? Ja, hier is het lijstje. Nee, wat voor lijstje? Wat gaan we aan? Het beste presentatieduo van 2012. Ah, komt er. Oh. Het beste presentatieduo van 2012 is geworden. Ja. Leo! Dat is een hele lijst, hoor. Nee, op de vijfde plaats. Nee, toch? Gewoon. Nee, op de vijfde plaats eerst. Ja. De deurzakkers, leuk. Op de vierde plaats, Catharine Keil en Ronnie Tober. Leuk. Ja, geestig hoor. Op de derde plaats, Paul Witteman. Ja. Op de tweede plaats, Sven en Kokkelman. Ja. En op de eerste plaats, geëindigd. Nou. En ga er maar eens goed voor zitten. Ja. Knevel en Van der Brink. Ja, ik zeg ophangen. En ik vind jullie wel terug, jullie zijn wel genoemd. Jullie zijn op 30e plaats geëindigd. Net voor het duo onbekend. Hallo? Ja. Dat is niet anders. Het is strikt eerlijk gegaan. Je geeft zo'n man uit het verleden een podium en dan is dit dus wat je dan krijgt.
Man uit het verleden? Ja. Dat vind ik wel een mooie kwalificatie. Echt een, zo'n oude stamper, die haal je nog een keer de vergetelheid. En dan, dan krijg je dit. Ja, het was Bartje van Brune Bonen of Leo Driessen. En we dachten, nou, doen we de tweede, die kent niemand. Het is misschien leuk en vernieuwend voor het programma. Maar dan krijg je dus dit. Okay, ja, leuk. Ja. Hey, en bedankt. En tot slot. Oh, je hebt nog een lijstje? Oh, de beste. Nee, ja, tot slot. Nee, en echo. Ja, ja. Heb je nou een echo nodig of een drummertje? Drummertje. Doe maar een echootje. Nee, echootje. Echootje. Of zo'n bekkentje. Nou, ik heb hier een bandopname ervan. Dat moet ik even laten horen dan. Ja, even, ja. Dit is het volgende geluid. Ja. En dan moeten jullie raden van wie het is. Komt het, hè? Ja, dat volgens mij is dat Mario van den Ende. Nee, het was de beste afsluiter van het afgelopen seizoen. En dat is ook geworden de heer Cedar Geusbuuk. Ja, wie is toch die Cedar Geusbuuk? Ja, dat is die Turkse van scheidsrechter. En die met dat bandje respect zichzelf voor leuten zet. Oh. Veel Leo. Ja, ik weet niet, dat is toch dat soort... Die kwam met het bandje respect naar op het Maaskant. Ja, dat jij dat weet! Nee, maar is dat vleugje multiculturalisme wat Leo in het programma wil brengen? Dat begrijp ik ook wel. Misschien ook wel nodig. Heb je jullie gisteren? Ja, bijzonder interessant als je niet gekeken hebt. Nee, ik vond niet zo... Ja, ik kijk er niet meer zo graag naar Leo. Waarom niet? Nou, omdat ik er... Weet je, ik heb hetzelfde met Freek de Jonge. Ik moest daar vroeger vreselijk om lachen. Heb je gekeken moment, of niet? Ik ben ermee opgehouden. Je had er wel een mening over vandaag. Nee, maar ik ken al wel stukjes uit die show. En ik heb al eerdere shows gezien. Oh. Maar het punt is gewoon... Die man is predikant geworden. Daar heb ik niet meer zo zin in. Ik vind het leuk als mensen hun grappen vertellen. En er mag echt wel iets onder zijn. Maar hij is nu aan het onderwijzen. Dan haak ik een beetje af. Ja, ik ook. Dat is een beetje mijn ding. Ik heb het niet gezien, Leo. Maar dat komt door mijn zinderende haat jegens Nou ja, zoals ik al twitterde aan jou, Roos. Ook jij hebt recht op een mening. Maar ik heb, wat Freek de Jonge betreft. Ik ben naar zijn laatste voorstelling geweest. Circus Kribbe. Nee, Circus Kribbe. Dat is een mooi verhaal en het is helemaal niet tweede predikant. Een mooi verhaal. Goed verhaal. Oh, leuk, ja, Leo. Nou, mooi. Ja, dat cynisme van jou, Roos. Tijd, ja, dat cynisme, is, cynisme, Leo. Ja, nee, maar dat is een beetje jouw generatie toch, hè? Dat als ik het niet mee eens ben, dan ben ik cynisch of extreem rechts. Of wat, ik ben helemaal niet cynisch. Ik heb gewoon recht op mijn eigen mening. Jij, nou, maar je mag zelf wel fijn zijn als je ook inhoud had, zeg maar. Nou, een pleur lekker op. Er zit een godverdomme één pak inhoud, dat kunnen we van jou niet zeggen, 100 ton. Dossier kennis. Je zit op jezelf etiketjes te plakken, hoor. Ik zeg helemaal niks. Nee, je hebt gelijk ook. Leo! Hey, Lee! Yo! Mag ik nog even zeggen dat ik met tellen aardig in de koers zit met 14 doelpunten in de tijd? Nee, maar jij zei topscorer en dan wordt hij ook, denk ik. Nou, zeker. Als Boni. We gaan even de grens verleggen. Hij wordt topscorer en Twente wordt gewoon kampioen. Nee, Ajax. PSV. Nou, dat blijven we dus gewoon volhouden. Nee, maar dat gaat ook gebeuren. Nee, ja, zeker. Goed jongens, ik hoop dat jullie. Mijn lijstje dat is ook zit ook op mijn eigen website met cookies. Ja leuk. Oh, leuk. Heb je de www.leodriessen.nl daar zitten voor al die lijstjes? Het zullen in jouw geval wel bittercookies zijn dan. Oh. Kijk, die had Theo wel graag willen gebruiken. Nou, ik denk dat Theo daar een sneusje wat opgehaald, Leo, eerlijk gezegd. Nee, ik begrijp wel dat jullie 60ers het nu tegen mij op willen nemen. Ik snap ook wel dat je daar meedoet hoor, Jan. Maar als je hier zit, is dit gewoon een radiokloofje op de radio? Ik bedoel, geen radiokloofje. Jan Roos, mag ik jou dan wel vragen waar ik om lachen? Waar ik om kan lachen? Ja, behalve dat er iemand voor jou uitgaat over een bananenschil, want dat kennen we wel van je. Ja, dat is jammer dat je dat zegt, want daar kan ik nou echt onbedaardelijk om lachen als iemand op zijn smoel gaat. Dat moet ik ook. Maar iets... Qua humor om te lachen, bedoel je? Ja. Nou, ik heb vandaag een cabaret-show gezien, die was ook gisteren uitgezonden. En godzorg, ben ik even die jongen zijn naam vergeten. Goedemans? Nee, die niet te schelen. Nee, Goedemans? Goedemans? Oh ja, Goedemans. Nee, Goedemans. Goedemond. 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 Ja. Nou, daar heb ik teruggekeken en dan moest ik onbedaardelijk om lachen. Die vond ik heel erg grappig. Ja, die heb ik ook opgenomen, dus we zullen de moeite van terugkijken. Hoor. Ja, die is dus echt grappig. En die maakt gewoon grappen. Daar is hij zeg maar op aangenomen. De grappenmaker maakt grappen. Ja, maar we mogen als we van een bepaalde leeftijd zijn, en mogen we vooral niet moraliseren. Dat mag niet. Ja. Overigens valt het wel op dat die ene opmerking die Theo Maas over Geert Wilders maakte, dan schieten ook wel een heleboel mensen ineens in hun...
in een tweet... Wat zei die dan, Leo? Hij zei gewoon heel simpel dat je misschien een keer mensen niet moet beveiligen. Dan moeten ze er langer na over denken wat ze zeggen. Oftewel, dan houden ze hun waffel, want dan worden ze platgeslagen. Groot. Ja, precies. Oh, wat een goede dat is een stukje vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar dat vind ik prima. Ja. En dan kan je smakeloos doen. Maar nee. Iedereen vond dan weer dat daarom dus Theo Maas in de gevangenis moest. Nou ja, dat geloof ik. Ja, dat viel mij op. Dat daar heel heftig op gereageerd werd. Terwijl sommige opmerkingen van hem nogal heftiger waren dan dat. Nou. Maar goed. Ah, joh. Ik ben het gemist. Een prettige uiteinde, Leo. Ja, en ik wens jullie ook al het goede. En een heel mooi begin. Ja, en een leuk begin ook, ja. En zo. En komt het nieuwe jaar en dit jaar ook nog C-Mac nog een keer? Ja. C-Mac komt ook straks. En Willy en René, hebben die nog goede voornemens? Ja, ik koop het nieuwe jaar weer een nieuw bril. Mooi. Super. Nou, dankjewel. Ja. Leo, dankjewel, hè. Ga lekker. Oh, maar dan wil ik ook weer een nieuwe bril. Ja, ja, mooi. Hey, dag Leo. Dag. Leo. Dag Jan. Sta lekker. Doei. Dag Jan. Dag jongen. Tot het volgende jaar, hè. Dag allemaal, Jan. Dag Leo. Er zijn hier maar twee Jannen, toch? Ja, ja, dan moeten drie keer mij schrijven. Dag Leo. Doei. Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Ja, ja. Mijn welgemene excuses voor de laatste jingle. Mooi zeg. Sinds kort heeft hij concurrentie van Jan de Boefri. Maar waar de binnenhuisarchitect er 100 heeft gehad, nam hij er duizenden. Want niemand minder dan onze Martin. Kent u Jelle Brand Korstius? Hij is die broer met die natte ogen van Aaf Brand Korstius. En zij is die vrouw die onzienige koelums over hoertekezen en vochtig toiletpapier voor die divorcekrant schrijft. Maar goed, dit gaat over Jelle. Hij is een hele slieme, politiek correcte jongen. Gestudeerd, grootstedelijk en pro-multiculti. Hij is een volkskrantlezer en VPRO-gidsbezitter. En waarschijnlijk heeft hij een PvdA-lidmaatschap. Die Jelle, die deugt. Hij is een ideale schoonzoon. Zal nooit iemand kwaad doen en heeft een broertje dood aan racisme en discriminatie. Jelle is alles wat goed is en dat laat hij ons ook altijd weten. Die PVV en haar aanhang is het domste wat er is volgens onze Jelle. Onze samenleving die wordt vernietigd door domrechts volgens onze Jelle. Door blanke mannen die geweld verheerlijken tegen die nieuwkomers in dit land. Die jongens die door hun Marokkaanse afkomst geen stage kunnen krijgen. Door roomblanke mensen die met vooroordelen alles wat niet past binnen die Hollandse tradities op de trein naar Polen willen zetten. Die het liefste met hoge zwart gepoetste laarzen door die vogelaarswijken marcheren om alles wat bruin en gespiegeld is het land uit te jagen. Nou, daar heeft Jelle dus een hekel aan, want die Jelle is links en intelligent. Tot zover die theorie. Eerste kerstdag reed Jelle door het park en er reed een scooterspook op Jelle's fietspad. Dus wat doet een goed mens, die spreekt die jongen hierin aan op hun gedrag. Want spookrijden mag ook niet in Jelle's maatschappij. Daarop werd onze Jelle vol in die gezicht gerocheld. Een dikke pluim liep over zijn kalende voorhoofd, via neus, mond naar die kin, om vanaf daar op zijn stoer te landen. En wat doet Jelle? Die gaat zijn achtervolgen om ze in elkaar te slaan. Geweld tegen die donkere mensen. Maar dat mag helemaal niet Jelle. En hij geeft op Twitter zo waardoor dat het om twee Marokkanen gaat. En hoe weet die Jelle dat nou? Heeft hij hun paspoort gezien? En daarbij, stel dat het nou die Marokkanen waren. Dan wel Nederlandse Marokkanen. En die moeten we toch van jou Nederlander noemen, Jelle. Zo zie je maar, in theorie zijn wij allemaal heel netjes, maar in die praktijk allemaal domrechts. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week.
Jelen, wat is dat trouwens voor naam? Zo noemen wij in Tsjechië een ontstoken ouwer. Man. Ja hoor. Ja, Martin, hè? Zal ik hem even doen, Jan? Ja, doe maar. Ja. Hé, met voorsprong de meest markante parlementariër van de PVV. En dat vinden ze dus zelf bij de PVV, Jan. Maar ook een dierenliefhebber, waar zelfs Marianne Thieme nog een puntje aan kan zuigen. Niet dat ze dat zal doen. De nieuwe wet dieren gaat per 1 januari 2013 van start. Een uitstekende reden om even te bellen met Dion Graus in... Het Haags Geluid. Van de PVV. Hallo. Ja, hallo. Hoe is die Janne? Janne, ja. Mannen, hoe is goed, het goed, goed, goed. Ja, goed, Dion, bij jou ook. Ja, fijne kerst eigenlijk af. Echt waar? Wie? Lekker, zeg je dat nou of vraag je dat nou? Nee, je zegt het. Veel, dier, veel beestjes gegeten, lekker beestjes gegeten. Nee. Ik heb niets dat heeft gevlogen, gezwommen of geremd of gekropen. Dat weet ik allemaal niet. Wat heb je dan gegeten met kerst, Dion? Nou ja, eigenlijk best wel saai, maar het zijn meestal vleesvervangers en soja, allemaal echt. Ik ben een hele saaie eter, hoor. Nou ja, maar dat is ook bijna misdaad tegen de menselijkheid om op kerst soja vleesvervangende middelen te eten, Dion. Ja. Thomas, maar als je al die dierenlende iedere dag meemaakt, wat ik meen, dan smaakt een dier je niet meer. Ja, je hebt gelijk ook. Zeg. Hé, dan hebben we nu natuurlijk last van de nieuwe dierenwet en dat is dan een raamwet. En dan is de vraag van Jan en mij, wat is een raamwet? Ja, dat is een kaderwet. Dat wil zeggen, het is een kaderwet. Nou, dat schiet lekker op. Raamwet is een kaderwet. Nee, het is een kozijnwet. Nee, een kaderwet. En dat wil een dubbelglaswet. Het is een boom met zijtak en er moeten nog de blaadjes aan gaan groeien. Zo een boom met zijtak en dan moeten er de blaadjes... Jezus, dat is wel politiek, is wel moeilijk, hè? Ik voel dat ik het begin... Het is eigenlijk een algemene rompwet, Jan. Waaraan de ledematen rompwet moeten groeien. Ja, boomwet. Kozijnwet. Ja, raamwet. Hey, zo zal ik hem noemen tijdens het debat, de boomwet. Ja, waarom niet? Hey, en wat staat er in die nieuwe dierenwet? Het is een rompwet. Er staat er wel wat in. Nou, wat staat erin eigenlijk? Nou, kijk, de wet dieren moet eigenlijk dadelijk de gezondheid en welzijnswet voor dieren gaan vervangen. En dat zijn hele technische wetten. Ja. Ik denk niet dat we het daarover moeten hebben. Nee, dan ga je de diepte in. En ik denk dat de luisteraars er niet op zitten te wachten. Oh, nee. Maar ik vind dat er, gaten zitten tussen de gezondheid en welzijnswet voor dieren en de wet dieren die er nu gaat komen. Ja. En ik was ook eens een van de weinigen dat niet mee eens. Nee, natuurlijk. Wat ik inmiddels begrepen heb, dat je zo'n raamwet hebt, ik heb natuurlijk wel gekeken. Ja, wacht even. Wacht even. Jij was een van de weinigen er niet mee eens met die nieuwe raamwet? Nee, klopt. Ik vind dat de gezondheid en welzijnswet voor dieren, die was vrij waterdicht. En ik vind dat je eerst dus geen kale boom met takken, maar dat je echt een boom met blaadjes moet opdraaien. En met nestjes en vogels. Dat wou ik eens even uitleggen, Jan. Je moet zo'n raamwet, zo'n rompwet, zo'n boomwet, moet je opgaan vateren met allerlei algemeen bestuurlijke maatregelen of ministersdingen. Ja. Zodat je dus... In een specht. Beetje als het ware het invullen kleurt. Dus bijvoorbeeld antibiotica gebruik regelt. En die honden, dat is dus niet en goed geregeld. En papegaaien. Koppiekrouw. Hey, maar daarom ga ik nu in 2013, dat is ook mijn goede voornemen, ga ik met een initiatiefwet komen. Oh, leuk. Om de rechten van dieren in de grondwet vast te leggen. Ja, precies. Grondwet. Nee, maar die moeten dan een eigen... Ja, precies. Maar maar Dion, het gaat toch eigenlijk best wel goed met alles wat je wil. Ik bedoel, de wilde dieren uit het circus moeten weg. Netse fokkerijen worden verboden. Nou. Kijk, maar dat gaat best wel goed, toch? Met alle hysterie dieren. Dierenviaducten. En vooral de dingen waar jullie ook zo aan om gelachen hebben, zoals de dierenpolitie in 144. Ja, dat was een mooie... Ik denk nog steeds dat het een grapje is. Ik wou het is mooi, hè? Maar bijna 200.000 meldingen per jaar, hè? Bijna 200.000 meldingen. Wel veel, hoor. Wat van melden? Allemaal van Marianne Thieme zeker, of niet? Ja, maar dat is het trieste vaak. Het is vaak niet alleen dierenmishandeling, maar ook inderdaad jeugdzorgzaken en ook andere familieleden. Wacht even. Wat je daar aantreft bij die zieke idioten. Ja, want mensen die dus dieren verwaarlozen, verwaarlozen ook hun kinderen in de tuin. Nou, het gekke is, we hebben het laatst ook al over gehad. Je hebt mensen die zo gek op dieren zijn, ze een hekel aan mensen hebben. Ze juist vaak mensen die heel dol op dieren zijn, verwaarlozen hun gezin, is mijn stelling. Ja, die bestaan er ook. Ja, maar, waar zit jij, in welke groep zit jij, Dion? Ik zit in de groep dat ik altijd evenveel van dieren als van mensen heb gehouden. Oh, meen je dat nou? Maar naarmate ik ouder word, ga ik steeds meer van dieren houden. En is dat alleen maar, zeg maar met liefde of is het ook fysieke aantrekkingskracht? Nee, dat weet je, Jan. Daar ben ik wars van. Sterker nog, daar heb ik zelfs ook mede de dierenpolitie voor een leven geroepen om dat soort
beetje idioten. Die porno met dierenbedrijven. Oh, daar had ik niet over. Hallo, ik had het over knuffelen gewoon met de poes op schoot. En jij denkt gelijk aan porno. Nou, die jong toch. Het is midden in de nacht, luisteren bejaarden. Ik begrijp best dat die jong dat denkt hoor, met jou erbij. Nou, alsjeblieft, ik moet er niet aan denken. Ik heb niks met dieren. Ja, dood op mijn bord met knoflook. Vroeger bij jou op de boerderij was toch dood normaal dat je op zijn kiesje ging staan? Op de boerderij? Ik kom nog niet uit de boerderij. Maar met zo'n koekant of als een boeren jongens, die moeten die nu? Die hebben helemaal geen... Dat heet emmeren. Loop niet te emmeren. Emmeren betekent een emmertje achter een paard en dan... Ja, dat deed dus de Romeinse soldaten. Weet je, we leren hier zoveel. We leren hier vorige week, weet je wat hij ons vorige week geleerd heeft? Beschuitje. Weet jij wat dat is? Weet je wat dat is? Ja, we horen lachen. Nee, dan ga je dus in de kleedkamer vol met... Nee, dat gaan we niet doen. Dat hebben we vorige week. Hé, erg hè, van Johanna de Bul terug. Dat is toch ook erg dat die... Nou, die is al dood. Maar dan lag haar... Want het was toch een meisje... Amerikaanse neef in Amerika op het strand. En dan is hij daar ook dood gegaan. Je moet je eens afvragen hoe dat kan, hè. Dat op twee plekken, op diezelfde zandbank... Dat er twee walvis achter gaan spoelen in een moment van tijd... Het heeft mogelijk met seismologische onderzoeken te maken die daar hebben plaatsgevonden. Echt waar? Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dat normaal zou er in zo'n zoogdier eens in de 80, 90 jaar aan moeten spoelen. En dan maar twee tegelijk. Dat deugt allemaal niet. En wat er is gebeurd met het weigeren van noodhulp, ook door mij aangestuurd. Dat is helemaal schandalig. Daar is de laatste woord nog niet over gezegd. Nee. Nee, want dat is flink gejokt weer door de regering. Wat is er gebeurd? Vertel het ons nu hier. Seismologisch onderzoek. Nee, wij beginnen bij het eind. Je zegt noodhulp is geweigerd. Waarom? Ja, precies. Nou, ik heb bijvoorbeeld ook mensen aangestuurd, zeezoogdierdeskundigen, die zijn gewoon geweigerd. Leuk. En de zeezoogdierenspecialist ter wereld is ook geweigerd. En wat het verpand is, je moet zo'n dier moet je normaal, net als in Nieuw-Zeeland of in Australië, daar hebben ze die dieren binnen 12 uur terug. Ja, maar dat is makkelijker, want daar hebben ze ook natuurlijk de andere zwaartekracht dan hier. Ja, maar dat hebben ze hier toch ook? Jeanine Hennis. De minister van Defensie die heeft de beschikking over meerdere hydrojetboten. En dan kunnen ze zo het zand onder het dier vandaan blazen. En hadden ze hem binnen een paar uur hadden ze hem terug gehad. Waarom hebben ze het niet gedaan, Dion? Ja, wat voor sinister complot zit hierachter? Naturalis is al vanaf 2002, 2003 op zoek naar een karkas van een bul terug. Want ze hebben een incompleet karkas. Ah. Of ze hadden het dier moeten euthaniseren. Dat doe je door middel van explosief in zijn hoofd. Dat hebben ze niet gedaan omdat ze de schedel nodig hebben. Dat is één ding wat heel duidelijk is. Ah. Want er is of je redt hem, of je laat hem ontploffen met die medicijnen. Dat hebben wij met zoveel woorden gevraagd, Klaas. Ja, precies. Nee, maar, en dat is het verhaal. Dus je kan je natuurlijk afvragen, als je een dier 5-6 dagen laat wegteren, dan ben je dus gewoon bezig met de bescherming van de karkas. En laten we iedereen zeggen wat hij wil, dat is feitelijk waar wat ik nu zeg. Dus Dion Graus, jij zegt dat we Johanna hebben laten creperen. Niet terug in zee hebben gedaan. Ja, niet wij. Maar dat tuig. Men, de tuig. De man. Om alleen maar een compleet karkas te hebben. Nou, kijk, dat dier daar vast is gelopen, dan moet nog onderzocht worden wat dat de oorzaak van is. Seismologisch, maar ze eisen gewoon... Mogelijk, zeg ik. Mogelijk. Maar... Toen dat dier, ze hadden of hydrojetboten moeten inzetten om het dier los te krijgen. Ja, Jennis. Of ze hadden hem moeten laten ontploffen. En wie wilde dat karkas hebben? Naturalis. Ja, gooi hem maar in. Op de val, hè. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars, moet je horen, dit is toch wel een scoop van je welste. Dion Graus, de ongelofelijke dierenliefhebber van de PVV, die zegt het volgende. Die Johanna de Bul terug, die hebben ze kapot laten gaan. Die hebben ze niet kapot gemaakt. En nee, maar om één ding, omdat Naturalis graag een heel skletje wilde. En is dat niet een schande, Jan? Nee. Dat is de reden dat ze hem niet Wil je niet door Jan Heemskerk heen praten? Ik probeer Jan bij te vallen om jouw woorden meer kracht bij te geven. Je mag zo hoor. Ja, wat wij zeggen? Afschuwelijke zaak. Een misdaad tegen de dierlijk menselijkheid. Zo is dat. Nou, dat was even lekker, Dion. En nu mag jij er nog eens even overheen. Nou, ik wil alleen maar zeggen, veel mensen zeggen tegen mij, we maken je druk om een bul terug. Nou, ik ben toevallig woordvoerder dierenwelzijn in de Staten-Generaal. Dus ik maak me wel terug om een bul terug. Want dat is mijn portefeuille. En het tweede punt is dat een zeezoogdier heeft meer hersenen en meer gevoelszintuigen dan wij allemaal bij elkaar. Dus, je bedoelt, zijn wij allemaal bij elkaar bij de PVV? Ja, of ik denk dat dan de mensen. Ik vind zeker dat een walvis meer gevoel heeft en meer intelligentie heeft dan een mens. Dus hij heeft gewoon een prachtig zeezoogdier liggen creperen op een of andere smerige zandplaat voor zijn eigen skelet. Godverdomme, ik vind het een schande. Ik ook. Hey, trouwens, over schande gesproken, Hans ten Broeke van de VVD die zat hier vorige week bij de Echte Janne. En die zei, die gasten van de PVV zijn volledig, maar dan ook volledig, onbetrouwbaar!
Ja, en dat is heel graag dat hij dat zegt. Ik vind het ook dan een slijmjurk tegen mij. Want je gaat met hem naar het voetbal en dan zit hij daar godstorm als er voor Twente bent te zingen op de tribune. Ja. En dan zit hij het omhelzen en sjaaltjes om je nek te gooien. En dan als je dat inderdaad achter de rug... Dan is het dus een... ja, als dat waar is wat jullie zeggen. Nee, dat heeft hij gezegd. Dan is hij dus niet eerlijk en niet recht door zee. Want er zit altijd een slijm in je gezicht. En als iemand het achter de rug doet, ja... Kijk, als ik iets maar, tegen iemand heb, zeg ik dat recht in zijn gezicht. Maar nog even één ding. Ja. Hand in broeken, die is getrouwd, maar jij zegt dat hij... Met een Zweedse. Ja, maar A, met jou knuffelt en het dan ook nog eens achter in je rug doet. Nee. Ik zeg, als die dus inderdaad negatief over ons geweest. Ja, dan is het ik dacht dat je wilde vertellen dat Hannes misschien niet per se bedoelde in het kader van of je toevertrouwd kan worden dat je gezellig naar Twente kan kijken. Dat zal heus wel. Maar hij bedoelt meer, denk ik, dat jullie partij zich in de laatste kabinetsperiode volstrekt ongeloofwaardig heeft gemaakt. Waarom nodigen jullie mij niet meer uit in de studio? Vorig jaar mocht ik nog bij jullie in de studio komen. Heeft dat allemaal met de bezuinigingen te maken? Nou, iedereen komt gewoon één keer, Dion. Er zijn 150 Kamerleden, Dion. Zitten hier nog een paar jaar, hè? Zitten hier nog 13 jaar of zo? Wat is dit nou? Je bent al... elk dierennieuws ben je... We kunnen die stoot van Tima ook bellen, hè? Maar wie bellen we? Ja, precies. Ja, je kijkt dan wat eerder genomen. Ja, we nodigen heus wel een keer uit, hoor. Maar nu even niet, Dion. Want we hebben nog een lijst van 120 mensen te gaan, joh. Maken we garnalencocktail. Nou, Dion, slaap lekker. Slaap je alleen in bed of met dieren? Nee, maar ik bedoel, want sommige dierenliefhebbers nemen hun hond mee naar bed en de poes. Nee, maar dat heb ik. Ik laat dieren. Ik verdisnifieer dieren niet. Dus ik laat ze wel dieren zijn. Dus dan slapen ze niet in bed. Nee, dieren zijn dieren. Verdisnifieren. Verdisnifieren. Dus Mickey Mouse niet, zegt hij. Ja, dat begrijp ik. Maar wat vind je van de verdisnifiering van de samenleving? Verdisnifiering, nou, dat is niet het. Nou. Hé, wanneer valt het kabinet, Dion? Ik hoop heel gauw, maar... En komen december zo wel naar jullie toe? Ik ben bang dat ze zich heel hecht aan elkaar moeten vasthouden, want ze krijgen altijd een flink pak op de broek van de kiezer. Dus ik ben bang dat ze de volledige termijn blijven uitzitten. Nou, lekker. Okay, zeer schadelijk voor ons land en dieren en mensen, voor ondernemers, andere mannen op. En ook insecten. Ja. Hey, en doe de hond oorstopjes in vanavond, hè? Ja. Zeker. Oké. Okay. Alle goeds voor het... Ja, jij ook. Maak er een mooi jaar van, Dionis. Oké. Okay. Dag, Janne. Dag, Dion. Dag, hey! Het Haags geluid. De liefdespanter blikt terug op het jaar van het begin van het einde. Dagboek van de liefdespanter. Ik vond 2012 een... topjaar! Dat hoor je dit jaar trouwens maar weinig. Want 2012 zal zonder enige twijfel de geschiedenis ingaan als het meest misantropische pokkenjaar sinds lange, lange tijd. Ik kan me in elk geval niet heugen dat de mensenhaters op zo'n storende, dominante, zwartgallige en naargeestige manier hun stempel hebben weten te drukken op het maatschappelijk discours. Nooit tevoren konden hufters en doemdenkers, zwartkijkers en aluhoedjes, complottheoristen en blinde haters zo vrij uit hun gang gaan in een walgelijke tegen alles cultuur waar je geen plaats mag zijn voor hoop en optimisme, alleen maar voor slecht, slechter, slechtst. Want anders hebben al die ellendigen niks nutten, niks meer te zeiken. En dan kunnen ze net zo goed meteen een kogel door hun chagrijnige kutkoppen jassen. Want veel meer dan blind en dom schelden en janken is er niet bij. Nou, ik vond het dus een topjaar. En dat terwijl ik op deze plaats ook een en ander heb afgeklaagd. Daar heb ik nu spijt van. Het was een topjaar! Ik heb een leuke baan verruild voor het vier betere. Lekker geboerd ook financieel. Iedereen in de gezinsfamilie is gezond en gelukkig. Ik heb fijn geneukt gemiddeld gesproken. Ik dacht er volgend jaar ook weer een topjaar van te maken. En nog minder te zeiken. Dat is mijn stellige voornemen voor 2013. Ik wens u alvast een gelukkig nieuwjaar. En een gezond tot volgende week. Dagboek van de liefdespanter. Meer neuken? Ook. Mooi! Je kan gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling is niet helemaal genuanceerd, zoals Jan Heemskerk al zei. Want het is eigenlijk een beetje een grove stelling. Misschien is het wel een beetje te grof. Maar god, laten we het toch maar ingooien. Blijf met je rotpoten van ons rotvuurwerk. We hadden het ook kunnen vragen aan onze volgende gast. Reinildis van dit huis is namelijk vooral bekend van de dikke dits. Ofwel, hoe hoort het eigenlijk? Het standaardwerk over etiketten en omgangsvormen. Dat inmiddels de herziene 39ste druk heeft gehaald, Jantje Roos. Tevens is zij oranje-deskundige en werkt zij aan een boek over hoe we moeten omgaan met Arabieren. Dat binnenkort nog best eens van pas zou kunnen komen trouwens. Reden genoeg om te gaan bellen met etikettengodin Reinildis van Ditshuizen. Een hele goede nacht, mevrouw van Ditshuizen. Goedenacht.
Goedenacht. Goedenacht, goedenacht. Mevrouw van Ditshuizen, het zijn dit jaar bar tijden geweest voor de goede omgangsvormen, vindt u niet? Nou, valt wel mee hoor. Ja, nou, vind ik ook. Valt wel mee, Jan. Ik vind dat de hufterigheid Nederland in een rap tempo het overnemen is. Er moet een halt worden toegeroepen, mevrouw van Ditshuizen. Nou, daar heeft u gelijk in. Althans, valt het niet 61% van de bevolking ergert zich het meest aan de slechte omgangsvormen. Precies. 61% van de bevolking? Ja, vind ik nogal de meerderheid vindt dat dus de grootste ergernis. Dat is de onbeschoftheid. Oh, weet u dat nou? Ja, ik kan niks aan doen. Dat is gewoon, dat is onderzocht. Dat is een paar keer al enkele malen gevraagd aan mensen. Dan komt er altijd weer uit dat de Nederlanders daar zeer ontevreden over zijn. Nou, dat is helemaal waar. En dan zijn we natuurlijk helemaal met u eens bij de Echte Jan. Wij zijn namelijk een heel net programma. En we laten iedereen altijd uitpraten. En we schreeuwen niet door mensen heen en laten zien de waarde. Maar de vraag is natuurlijk, hoe komt het zo dat het zo aan het verhufteren is? En dan is het nog maar één ding die we moeten doen. En dat is de oplossing zoeken in. Hoe kunnen we het oplossen? Ja, hoe kan je het oplossen? Snap je wel? Nou, er is één oorzaak, ik kan een heleboel noemen, maar ik zal het kort houden. Ja, godzijdank wel zeg. Er is er één, dat is dat een heleboel ouders het hun kinderen niet meer leren. Juist, nou, daar wil ik even één. Het is grappig dat je het zegt. Sorry dat we zo door u heen praten trouwens. Waarom leren ze dat niet aan die kinderen? Nou. Omdat ze het of zelf niet geleerd hebben, daar kunnen ze er niks aan doen. Hun ouders waren hippies en die zeiden, wees maar jezelf. Ja, precies. Die, dat is een goede reden. Hippies, babyboomers. Ja, van die babyboomers. Nou ja, dat niet. Nee, hippies. In de jaren 70 zo. Ja, ik kan op een kampvuur zitten zingen bij bakwan op een schoot en die, zo. Die alle drie de oksels dezelfde geur hebben. Wat? Ja. Ja, oké. Okay. Nee, ik was even hippies. Ik heb ook een beetje hippie qua hippies. Ons even niet goed verstaan allemaal. Nee, dat maakt niet uit hoor. Nee, maar we hadden het eigenlijk meer over die hippies. En dat is nogal een stokpaardje voor mij. Maar u aan het beamen eigenlijk. Inderdaad, die kinderen, die precies. Dus opvoeding. En sommige mensen hebben die meegekregen en zijn opgevoed door dat langharig werkgoed tuig. Nee, kijk. Als ik ook even mag. Als ja, dat gaat wel zo mee. Of maar meegekregen. Nee, niks aan dan. Of ze hebben geen zin om dat te doen. Want ze zeggen, ah, die kinderen, dat zijn hun kleine prinsjes en prinsesjes. En die moeten het alleen maar leuk hebben. Oh, vindt u het ook zo irritant? Als alles maar leuk is. En u zegt tuchten. Dat zeg ik helemaal niet. Nee, dat zei ik, dat klopt. De vraag was, mevrouw van Ditshuis, moeten we het respect voor de ouderen met name en de medemensen weer ouderwets inrammen bij de jeugd? Nee, wat er moet in worden geramd, daar ben ik op zich wel voor, in het algemeen, zowel jeugd als ouderen, in het algemeen iedereen, en middelbaar, hè, dat je rekening houdt met de ander. Want je bent niet alleen op de wereld. Nee, zo is het maar net. Kijk, daar gaat het om. Dus je moet de ander in zijn waarde laten en daar rekening mee houden. Dat is regel 1, basisregel van de omgangsvorm. Ja. En hoe krijgen we dat nou weer voor elkaar, mevrouw van Ditshuizen? Ja, mag het ook met het fysiek? Dat goed, dat is één. Nou, en de tweede regel, die ook heel belangrijk is, kan niet genoeg zeggen, dat is dat je duidelijk moet zijn. Duidelijk. Dus je hebt een morele regel, moreel, en je hebt een praktische regel. Begrijpt u? Dit zijn de twee regels. Precies, moreel, liefst zeggen anderen en praktisch. Respectvol omgaan met anderen. Nee, praktisch is dat je duidelijk bent. Duidelijk bent, dat zeg ik. Het is echt... Nee, dat zei u helemaal niet, maar dat zei ik. Maar goed, dat zei u, ja precies. Ja, sorry. Zie je, we komen er wel. Ja, nou iets anders, even praktisch toegepast. Praktisch niet, dat zei mevrouw van Ditshuizen net. Nee, maar jawel, hij was helemaal goed bezig. Hoor. Jawel, sorry. Nee, ik dacht dat u theoretisch bedoelde. Nee, toegepaste etiketten. Ja. We staan weer voor oud en nieuw. Vanavond is het weer zover. Ik wil graag nu eens even duidelijk hebben, wie zoen ik wel en wie zoen ik niet. En als die buurvrouw heel knap is, mag het ook met tong. Kijk, hoe het zit is dat of u nou oudjaar viert, of uw verjaardag, of het is 1 september, of het is 30 april. Nee, morgen vieren... Dat maakt allemaal helemaal niet uit. Nou, mevrouw van dit huis, dat maakt wel uit. Op 31 december vieren we oud en nieuw. Nee, ik vier niet mijn verjaardag dan. Ja, dan ben ik ook niet jarig natuurlijk. Maar ik heb het, u vraagt mij over de etiketten. Oh ja, sorry. Ja, zo was het. En die is dus altijd gelijk. Dat maakt dus niks uit. Er is niet een speciale oudejaarsetiketten. En wat is die? Of een verjaardagsetiketten. Of een dagelijkse kostetiketten. Die is er niet. Nee. Dus dat zijn de gebruikelijke regels. U moet rekening houden met die ander. Dus die buurvrouw of wie u dan ook, wat u ook wil, u moet altijd u zo gedragen dat u een ander geen schade berokkent. Rekening houden met de ander. Daar gaat het om. Dus als je bijvoorbeeld een hele nette oude buurvrouw hebt, dan geef je er een handje en zegt u, mevrouw, de buurvrouw, ik wens u een hele fijne en een heel mooi nieuwjaar. En dan heb je een ontzettende blonde stoot met een décolleté naast je wonen. Dan douw je er bosjes in en dan vlieg je erop. Nou, je heeft er helemaal niets van begrepen. Nee, het is allemaal hetzelfde, Jan. Je heeft er niets van begrepen. Nee, het gaat dus om de ander, hè? Het gaat om de ander, precies. Ja. Dus, maar hoe kom ik erachter, mevrouw van Ditshuizen, wat de ander wil?
Nou ja, kijk, dat kunt u zelf ook wel een beetje bedenken. Ik hoorde nu toevallig een meneer, die gaat dus, die kocht vuurwerk in een winkel. En dan zei hij, nou, ik weet dat mijn buren dat verschrikkelijk vinden, dat vuurwerk. Dus ik heb nu extra harde, verschrikkelijke knallen gekocht. Ga ik dus even lekker jennen. Dat denk ik dus, dat is dus niet aardig, netjes. Nee. Want zij weet dat ze dat niet leuk vinden. Ja, hij doet het toch. Wat dan vind ik dus pesten. Dat is pesten en dat moeten we niet willen. En dat is verhuftering van de samenleving. Precies, daar worden heel veel mensen zeer ongelukkig van. Dus u mag niet pesten. Nee, dat is waar. Maar als dus zo'n man dan naast mij woont en die doet die harde knallen terwijl hij weet dat ik het niet leuk vind, mag ik hem dan een klap op zijn kanus geven? Nee, dat kan ook weer niet. Want dan doet u ook weer wat trouwens ook nog strafrechtelijk verboden. Dus dat mag al helemaal niet. Nee. Dan gaat u nog verder. Dan gaat u zelfs in het strafrecht komen. Maar zeg, mevrouw van Dishuizen, wat moeten we met mensen die dat doen? Hoe gaan we het nou oplossen? Want ik hoor op dit moment zit ik in Friesland. Ik zit hier in de storm met een enorme beukende IJsselmeer wat hier tegenaan klopt. Klinkt best spannend. Ja, heel spannend is het hier. Heel spannend in Friesland. Kletsnat daar zeker. Wat zegt u? Het is zeker kletsnat daar. Ja, nou ja, hier buiten wel, maar ik zit hier veilig binnen. Maar het is fantastisch. Gelijk heeft u. Het is echt geweldig. Geweldig is het. Mooi. Maar u wilde iets vertellen, ja. Ik wil iets vertellen. Wat bijvoorbeeld in Friesland, daarom zeg ik het ook, daar voeren ze goed actie. Althans, die doen een beetje, want die hebben dus een stichting. Moet ik even opzoeken of ik die kan vinden, want ik was niet op deze vraag voorbereid, maar ik heb het wel ergens. Oh, leuk. Die denken aan Oudejaarsnacht voor vanavond. En die hebben een stichting opgericht. Even kijken, ja, die heet De Nuchtere Fries. Nee. Oh. En daar hebben ze overal grote advertenties en stukken met gelukkig nieuwjaar, vraagteken. Drank, denk na. Nou. En dan wordt alcohol onder de 16. Nou, daar zeg ik natuurlijk al iets. Die drank is natuurlijk erg. Nou, en dat is dus een provinciale communicatiecampagne die jongeren wijst op verantwoord alcoholgebruik. Nou maar ja, dat zie je dus overal staan. Nou, is het niet zo dat ze dat niet kunnen lezen? Want zij spreken daar toch Fries? Ja, nee, ze spreken ook Fries. Het gaat ook altijd in het Fries. Hoe is dat in het Fries? Hoe is ik kan ook in het Fries. Kijk, ik spreek zelfs Fries. Maar hoe is het dan in het Fries, dat die campagne? Ja, dat ga ik nu niet doen. Maar dat is dus in een tweetalige provincie, heeft hij heel juist vastgesteld. Maar wij doen dus ook iets. Maar ja, het blijft toch de ellende dat mensen onder genot van alcohol rare dingen doen ja. Die tot slechte gevolgen leiden. Nou, meestal, zwangerschap bijvoorbeeld. Maar het ding is ook, hoeveel zoenen nou, mevrouw van Dishuizen, bij de buurvrouw? Ja. Dat is weer zo'n vraag. Kijk, er zijn dus heel veel mensen, ik weet niet of u er ook toe hoort, heel veel mensen, die het, vrouwen dan vooral, die het vreselijk vinden om 3 maal te zoenen. Ja, en vooral met zoveel mensen. Nou, ik hoor iedereen er wel bij, als maar 3 keer moeten zoenen. Ik doe meestal eentje, maar wel een hele lange. Precies, nou ja, kijk, 1 of 2, of helemaal niet. En mensen vragen mij wel eens of dat nou hoort. Wat er hoort. Ja, precies. Wat er hoort is inderdaad rekening houden met een ander. Dus als ik het niet wil, dan doe ik het niet. Want ik hoef het niet te doen. Nee, dus als ik met mijn lippen getuit op u afkom en u deinst achteruit. Ik deinst terug, dat kan ik wel zeggen. Ja, u deinst terug. Nou, dan kent die Jan Heemskerk niet hoor. Dat is een beest. Weet u waarom ik terugdeins? Nou. Omdat ik u helemaal niet ken, nog nooit gezien heb. Dus een man die voor de eerste keer op mij afspringt ongeveer. Dan wil ik toch wel even zien wat ik daar voor vlees in de kuip heb. Nee, dus nou, dat is een stuk vlees, kan ik u vertellen. Ik kan u wel vertellen, dat is niet mis hoor. Maar goed, zo is het. Mevrouw van Dishuizen, we zijn eruit. We doen gewoon niet wat de ander niet wil. En we moeten niet zoveel drinken en harde knallen, ook niet met oud en nieuw. En u zit in Friesland, kletsnat, bonken, beuken, golven. En wij wensen u een prachtig nieuwjaar. Ja, dat doen we. Ik wens u helemaal hetzelfde. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw van Dishuizen. En een goede nacht nog. En een goede nacht verder. Ja, dag. Dag. Wat een geleuter. Nou. Wat een geleuter. Zo steek je nog eens wat op. Ja, zo is het maar net. Ja. Ieder jaar weer datzelfde gejank van GroenLinks. Wat is dat toch een sneuneuzenclub? Mag ik dat eigenlijk, vind je dat ook niet genoeg? Nee, dat is keurig. Dat is keurig. Sneeuwneusclub is heel leuk. Ja, we moeten een beetje de nuance opzoeken. Ja. Als zij alles zouden bepalen, blijft er helemaal niks over in dat land wat leuk is. Ja, nou ja, groene thee en harige kruisen. Oeh. Dus, bel gratis naar 0800-121 en geef je mening over de stelling van vanavond. En die is, blijf met je rotpoten van ons rotvuurwerk af. Jan, pak een beet. Oh, nou, ik heb er al helemaal zin in. Kees, jij ook? Ja, zeker. Kom maar. Hey, voordat jullie me ophangen, wil ik jullie de beste wens geven. Nou, dat mag zeker. Zeker, leuk. Hey, maar het is nogal wat. Blijf met je rotpoten van ons rotvuurwerk. Dan zou ik zeggen, als je je beide handen nog hebt, zou ik dat zeker doen. Leuk. Wat een geleuter. Nee, kijk eens wie we daar hebben. Een grote verrassing. Moet je nou eens even opletten. Jaapie de Groot, Jaapie! Goedenacht. Ja, wat is dit? Wat krijgen we nou, zeg?
Ja, ik dacht, ik doe het nog maar eens een keer. Ah, je hebt gelijk ook, ja, wil je op de stelling ingaan of heb je iets anders leuks meegemaakt? Ik noem... Ja, laat ik het maar eens doen. Oh, wat? Op de stelling ingaan. Oh, oké, okay. Ja, ik ben helemaal iemand, verrast. Iemand de inhoud brengen in plaats van het bedreigingen. Ja, ik bedoel, het gaat fantastisch werken, zo'n verbod. Even wachten, je moet... Het zou fantastisch werken, zo'n verbod. Oh, je verstond het wel. Ja, ik verstond het wel. Zou fantastisch werken. Het zou fantastisch werken, want ik bedoel, voor 31 december steekt er ook niemand vuurwerk af. En dan gaat ook niemand naar België toe om daar van tevoren vuurwerk te halen, wat niet helemaal de... Je doet nu een stukje cynisme. Ja, zo kan je zoiets kunnen noemen. Oh ja, nee, ik dacht dat je het echt meende. Ik dacht, Jasper is ineens helemaal... Nu het zo zegt namelijk, dacht ik bij mezelf... Goh, ja, het is ook wel fijn als gewoon dan de gemeente... of een paar agenten die dan onder deskundig begeleiding van... Is dat fijn? Nee. Oh. Okay. Nou, dan is het ook misschien wel een goed idee dat de gemeente bepaalt... hoeveel wijn je nog mag drinken. Weet je wanneer het... Oh, nee. Ja, heb je de groetjes! Wat een geleuter. Prima vergelijking, Jan. Heel erg. Nee, maar het gaat er meer om dat je vrijheidsbeperking... Het recht op zelfbeschikking. Jij vindt misschien vuurwerk niet leuk, maar misschien Raoul wel. Ja. Hey Raoul, wat vind jij ervan? Tuurlijk. Nou jongens, ik moet eerst even zeggen dat ik GroenLinks inderdaad een beetje sneuneuze partij vind. Zo, dat wil ik wel even zeggen. Ja, mooi gezegd. Oké. Okay. En voor de rest, als laatste wat de geleuter van het jaar, wil ik nog even dit doen zonder te lachen. Niels en Richard, een echte koning. Oh, wat een stelletje boshomo's. Branden in de hel. Wat ik jammer vind, is dat, ik weet niet wie Niels en Richard zijn, maar als ze boshomo's zijn, wat gewoon kan in dit land, ja, dan begrijp ik niet, ze moeten branden in de hel. Nee, begrijp ik ook niet. Maar Frank, hi Frank, ga jij ook nog een liedje zingen of zo? Nee, Frank. Nee, heren, ik ben tegen de stelling. Ik vind, er zijn steeds meer tokkies in deze maatschappij. Die moet je geen vuurwerk geven, joh. Ja, heel goed. Gewoon dankjewel. Heerlijk, hè? De naneuk. Dikke. Jan, hoe vond je hem gaan de laatste van het jaar? Nou, 2012. In de schitterende traditie van de afgelopen maanden, Janneman. Het was weer een inhoudsvolle aflevering. Afgewisseld met werkelijk... zinderende dieptepunt. Wie komt er volgende week eigenlijk? Ik zou niet eens weten. Ik ook niet. Ah joh, wat maakt het ook uit. In ieder geval, dankjewel voor het luisteren. Ja. Voor echt Jan, een prettige morgen. Dat zeg ik, vanavond. En vanavond is het al. Ontzettend knallend uiteinde. En zo is het maar net. En tot volgende week weer bij de echte Jan. En pas op je vingers. Doei. En dag. Tot zover echte Jan. Echte Jan. Dus als je bijvoorbeeld een hele nette oude buurvrouw hebt, dan geef je er een handje. En zegt u, mevrouw, de buurvrouw, ik wens u een hele fijne en een heel mooi nieuw jaar. En dan heb je een ontzettende blonde stoot met een décolleté naast je wonen. Dan douw je er bosjes in en dan vlieg je erop. Nou, je heeft er helemaal niets van begrepen. Nee, het is allemaal hetzelfde, Jan. Je heeft er niets van begrepen.